Ja, dank u wel. Dat is altijd fijn, zo'n beginapplaus. Eigenlijk zou je dan meteen weer moeten vertrekken. Dan heb je er ook helemaal niks voor gedaan en je bent toch toegeapplaudisseerd. Ik heb het afgelopen uur doorgebracht in de kleedkamer. Dat heet de artiestenruimte. En daar was ik al niet gelukkig mee eigenlijk. En daar kwam nog bij dat er op de wand van die kleedkamer, daar staan foto's van Wim Kan en Sonneveld en Co van Dijk. En ik moet u zeggen dat ik geen enkele ambitie heb om iets in die richting te bereiken. Al zeker niet in die richting van Co van Dijk. Die ik mij alleen maar herinner eigenlijk als van extreme overacting. Wij deden thuis altijd Co van Dijk na in een sterfscène. Ja, dat ga ik nou vanavond niet doen, want dan misschien breek ik mijn enkel dan of zo. En dan wil ik u ook weer niet aandoen. Ja, Wim Kan was heilig bij ons. Op oudjaarsavond kwam er altijd een magisch moment dat Wim Kan begon. En dan moest je snavel dicht houden en oh wee als je hem open deed. Niet waar, want dan propten ze 6 oliebollen in je mond. Om te verhinderen dat je verder nog iets zei. Ja, Sonneveld, daar had ik niet zo verschrikkelijk veel mee. Die zong liedjes. En dat moet ik u ook nog even ik ga dus ook niet zingen. Ja, ik weet niet, wie is daardoor teleurgesteld? Even kijken. En boven misschien toch iemand die... Voor wie, ja, er is iemand die is bitter teleurgesteld. U kunt nog weg. Vind ik niet erg, ik heb daar begrip voor. Omdat ik zag op de televisie een paar maanden geleden een programma over Nederlands cabaret. En daar werd gesteld door de presentator van dat programma dat alle cabaretiers muzikaal waren. Waaruit sowieso al blijkt dat ik geen cabaretier kan zijn of worden, want ik ben volstrekt amuzikaal. Dat bleek eigenlijk al op dansles, waar ik van de maat van de muziek niet veel begrepen had en ja, meestal als een paar jaar terzijde werd gelaten door het andere geslacht. Toch in allerlei opzichten al het noodlot van mijn jonge jaren. Dus, en toen werd er ook nog gezegd dat in dat lied brengt de cabaretier zijn meest authentieke gevoelens tot uitdrukking. Laat hij zien wat er leeft aan kleine menselijke gevoelens op de bodem van zijn ziel. Of haar ziel, want je hebt ze tegenwoordig van alle maten en soorten. En ik moet u al, ik heb niks met dat authentieke gedoe. Hè. Er wordt altijd gezegd, je moet authentiek zijn zoals je zelf bent. Maar heeft u daar wel eens over nagedacht, hoe het is om jezelf te zijn? Hè? Dat staat ook altijd in damesbladen. Ja, je zult zeggen, wanneer lees je die dan eigenlijk precies? Ja, oké. Dat kan ik u wel onthullen. Ik ga altijd 3 weken naar Texel in de zomer. U zult zien dat Texel nog een vrij prominente rol speelt, ook in de rest van het verhaal bij de analyse van de wereldgebeurtenissen. Het is een wereld op zich. En daar in het paviljoen op Texel, daar liggen een unieke collectie tijdschriften die ik anders nooit zie. De Happiness en de Avant-Garde en allemaal bladen waarvan je dolblij bent dat je ze alleen daar ziet. Want zouden ze door je brievenbus komen, dan moeten er noodmaatregelen worden getroffen. En daar lees ik altijd in dat je jezelf proberen, je moet proberen jezelf te zijn. Je moet op zoek naar je diepste zelf. En als je dat dan gevonden hebt, dan kun je daarna leven. En dan ben je gelukkig. Want het gaat in al die bladen eigenlijk vrij eentonig over de vraag, hoe word ik gelukkig? Ik zou zeggen, doe dat vooral niet. Hè. Dat klinkt paradoxaal. Daarmee bedoel ik niet, word ongelukkig. Maar ik bedoel ermee, leef dood normaal zonder je de hele dag die rare vraag te stellen, ben ik wel gelukkig? Vaak begrijp je achteraf pas dat je gelukkig was. Hè. Heb je het op het moment zelf, heb je er niks van gemerkt. Domweg gelukkig in de dapper staat, zal ik maar even zeggen. Hè. Op wat is het ook weer, op een winderige en motregenende morgen. Ja, dat is een beetje een vrije citaat. Bloem draait zich om in zijn graf, maar u begrijpt zo'n beetje wat ik bedoel. Hè. Dat is een van de grote gebreken van onze cultuur, dat we voortdurend proberen om gelukkig te zijn. Dat moet u helemaal niet proberen.
U moet op zijn best proberen tevreden te zijn. En of u gelukkig wordt door uzelf te zijn. Want wat, wie bent u zelf eigenlijk? Hè? Wij zijn een sociaal levend zoogdier. Dus uzelf is ontstaat, ja het wordt een beetje wetenschappelijk misschien, maar uzelf ontstaat steeds in nieuwe situaties, zodat hè, als u bent nou bijvoorbeeld, als ik zo even kijk, een vrij gemengde groep qua leeftijd en zo, en u hoort tot een vrij specifiek segment van de Nederlandse bevolking, u leest wel eens een krant, en ja, en bovendien niet de krant van Wakker Nederland, hoop ik althans, hè. Hoop ik althans. Ja, want u weet waarom die krant zo heet. De krant van Wakker Nederland. En waarom het zo'n rare krant is. Dat komt als u wakker wordt 's ochtends. Hè, gesteld nou dat u gemiddeld hier een IQ heeft van 110, 115 zo. En als u, maar als u 's ochtends wakker wordt, zit u vaak nog op 30 of 40 of zo. Hè. En dan na een uurtje begint het zo 50, 55. En dat is eigenlijk het moment waarop je de krant van Wakker Nederland uit de bus haalt. Hè? Dus nou begrijpt u waarom het zo'n rare krant is. Hè? Het is eigenlijk gemaakt voor mensen die op zichzelf normaal zijn, maar die nog verkeren in de randdebiele fase van het langdurig ontwaken. En het is knap dat ze daar een krant voor hebben gemaakt, hè. Je moet daar echt u, dan moet je zeggen je u tegen. Maar goed, dat geeft wel een zeker begrip. Hoe kwam ik daar nou op? Ja, u vertegenwoordigt een bepaald segment van de Nederlandse bevolking. U zult zien, als u niet in de afgelopen maanden, misschien zelfs jaren, een beetje behoorlijk de krant heeft gelezen, dan zult u niet veel begrijpen van wat ik vanavond te melden heb. Ja, ik heb ook wel eens gesproken voor een 3 HAVO-klas en... Het was het was niet eens een schitterend ongeluk, het was een afschuwelijk ongeluk, want ze begrepen er geen pest van. Hè? En dan raak je tenslotte enorm ongerust, want je moet alles uitleggen, je moet eigenlijk alles uitleggen. Hè? Zij weten helemaal niet hoe de wereld in elkaar steekt. Zij lezen niet eens de krant van Wakker Nederland, die gaat ze nog ver boven de pet vaak. Hè? Heeft u daar een beetje idee van? Maar authentiek is flauwekul. Je bent steeds, je bent totaal anders in verschillende situaties. Hè? U zit nou in zo'n theater, u leest allemaal een nette krant. Hè, dan bent u al een bepaald soort van publiek, maar als we u in een wat andere situatie plaatsen, zou u misschien wel stom verbaasd zijn over de manier waarop u zelf zou reageren. U heeft allerlei mogelijkheden die in feite niet benut worden, maar die niet minder authentiek zijn dan de mogelijkheden die u nu benut. En dat geldt voor mij natuurlijk precies zo. Want ja, in de loop van de week ga ik met mijn kleinzoon wandelen en de kans dat ik hem daar ga zeggen van zeg, ik moet je toch eens iets vertellen over de krant van Wakker Nederland. Hij is 4. Ja, dat zou me heel slecht vallen natuurlijk. Dan denkt hij dat opa gek geworden is. Dat denkt hij sowieso af en toe wel, maar... Dus ik ga u niks authentieks vertellen, ik ga u niks vertellen over mijn zielenroerselen. Ik ga niet langs de bodem van mijn ziel schrapen, ik weet helemaal niet wat daar ligt trouwens. Ik wil het ook eigenlijk liever niet weten. Hè. Het zijn allemaal dingen die je over jezelf ook liever niet weet. Heeft u dat ook wel eens, dat u soms een verschrikkelijke gedachte krijgt? Dat u denkt, hoe is het mogelijk dat ik zoiets akeligs heb gedacht? Kleinzielig, heeft u dat nooit? Nee, de meeste kennelijk niet hier. Nou, zeggen mijn hartelijke felicitaties dat u daar geen last van hebt, maar ik wel dus. En daar heb je het liever niet over. Hè? Dus ik ga u ook geen voorbeeld geven, dat begrijpt u ook wel. Nou ja, dat maakt al duidelijk dat ik ben geen artiest. Ik wil geen cabaretier worden. Ik heb niet de geringste ambitie om Hamlet te vertolken in wat voor vorm dan ook. In moderne kostuums of met een iPad in de hand of zo. Ik heb nog wel gedacht, zou ik met een iPad opkomen? Ja, ik was laatst bij een lezing en die man die liep steeds met zo'n iPad rond. Ik denk, dat staat wel goed. En je maakt ook op mijn leeftijd een beetje de indruk dat je erbij hoort. Hè? Misschien kunnen ze daar ook nog iets aan doen bij Wakker Nederland.
Want dan kun je dat in principe op programma, je kunt natuurlijk een app hebben voor elke vorm van intelligentie. Hè? Dat je bij 20 begint en doorloopt tot 175, zal ik maar zeggen. Dat moet toch kunnen. Je hebt apps overal voor, dus hier ook voor. Maar ik had er een gekregen op mijn verjaardag, maar toen begreep ik niet hoe die werkte. Tientallen miljoenen mensen, dames en heren, die begrijpen intuïtief hoe de iPad werkt. En ik dus niet. Hoe kan dat nou? He? Hoe is dat mogelijk? Wat is er mis met mijn authentieke zelf? Ja, ik moet u ook zeggen, en dan zal ik aan Zwerik dat ik begin met waar ik mee wilde beginnen. Ja, dat is een beetje mijn zwakke punt. Dat ik dan aan iets begin en dan, ja, van het een komt het ander. Er zijn hier al patronen op het toneel die zo curieus zijn en die zo sterk doen denken aan plaatjes van grote zwarte gaten. Dat, maar daar bent u helemaal niet van gediend en daar bent u ook niet voor gekomen natuurlijk. Ja, ik moet u zeggen, u weet dat Steve Jobs is overleden. En ik snij het aan omdat het ook verder nog wel een rol speelt in mijn verhaal. En ik ben mijn leven lang eigenlijk wel een bewonderaar van hem geweest. Vond dat hij knappe dingen had gedaan. Vooral in die Pixar-studio's. Ik ben dol op kinderfilms. Altijd geweest eigenlijk. Als u die Pixar-films niet kent, dan moet u daar kennis van gaan nemen. Ik kan u dat zeer warm aanbevelen. Ik heb er commercieel niks mee te maken, maar doet u het gerust. Het zijn enorm leuke films, ook voor volwassenen. En ach, hè, is het kind in u gestorven? Nee, waarschijnlijk. Hè? Althans, in de meeste mensen niet. Dus u kunt er rustig naar kijken. Dat heeft hij in allerlei opzichten mogelijk gemaakt. En nou, dan heb je al die lollige apparaatjes natuurlijk die we allemaal hebben. Maar toen die oom al eenmaal overleden was, stonden de kranten vol. En toen begon het me toch wel zo tegen te staan. Hè? Alsof hij de Messias zelf was. Hè? Alsof het de broer van de Heere Jezus was. Alsof hij zelf die zwarte trui had verzonnen. Hè? Die ik al jaren droeg voordat hij erop was gekomen. En dat kan bewezen worden. En bovendien droeg hij altijd kooltruien. Wat ik niks vind. Ik wil niemand kwetsen die toevallig hier aanwezig is met een kooltrui. Maar ik heb niks met een kooltrui. Laat staan met een zwarte kooltrui. En wat steekt daarachter, dames en heren? Ons onbegrijpelijke verlangen naar een Messias. Naar een verlosser. Of we nou verlost worden via de iPad. Of dat we verlost worden via de politiek. Of dat we verlost worden door iemand die vroeger goed kon voetballen. Het maakt allemaal geen reet uit. Als we maar verlost worden. En het valt natuurlijk altijd bitter tegen. Want de verlosser, nou ja, u weet hoe feitelijk hoe het met de verlosser is afgelopen. Hoe het met alle verlossers noodzakelijkerwijze moet aflopen. Zij kunnen ons alleen maar verlossen door op een gruwelijke wijze aan hun eind te komen. Ja, dat is inherent aan de rol van verlosser. Ik wil nou verder geen praktische voorbeelden geven uit de Nederlandse politiek van de afgelopen jaren. Zie, je moet toch al wel eens zo'n decennium de krant gelezen hebben. Om een beetje te begrijpen welke kant dit op gaat. Ik heb verder geen namen genoemd, dus mijn naam is Haas. Maar we hebben eigenlijk met z'n allen een Messias-complex. We hopen altijd dat er iemand op zal duiken die de weg zal wijzen. En godzijdank hebben we dan tegenwoordig in de auto de TomTom. En wat we eigenlijk zoeken is een TomTom. Een toestel wat je ook in de woonkamer kunt gebruiken. En dan typ je in authentiek geluk. En dan komt die damesstem en die zegt eerst links. 3 kilometer rechtuit. En dan rijdt u vanzelf het ravijn van het authentieke geluk in. He, zoiets. Dat willen we eigenlijk het allerliefste, toch? He. Maar ja, als u er even over nadenkt. U kunt veel beter op uw eigen authentieke manier ongelukkig of gelukkig worden. En maar niet te veel naar die Messias verlangen. Goed, nu is de vraag dus, wat moet je. Dit is dan toch een bespiegeling over het afgelopen jaar. Die dus geen artistieke pretenties heeft, laat ik het even nog voor de voorzichtigheid zeggen. Er komt geen lied, ik doe geen drukke motorische dingetjes.
Je moet hier namelijk, voordat je hier achter het toneel bent, moet je 4 trappen op. Dan ben je al totaal uitgeput. Dan zeg ik, aan de helft van de energie is al uit je weggestroomd op mijn leeftijd. Dus als u denkt, hij maakt toch een beetje een slome indruk, dan weet u hoe het komt. Ja, maar hoe moet je dat nou aanpakken, zo'n overzicht van het jaar? Dus ik heb natuurlijk want je kunt een panorama geven van alle gebeurtenissen die ons op enige wijze gekweld of geamuseerd hebben in het afgelopen jaar. En je kunt natuurlijk ook een soort thema kiezen, een leerzaam thema. En mijn idee was natuurlijk toch wel een beetje om ook educatief nog iets voor u te doen. Omdat natuurlijk, ja, als u thuis komt, dan zeggen ze natuurlijk, waar had hij het over en zo. En dan moet u wel een beetje een verhaal hebben. Dat het was zo interessant, want. En dan vertelt u wat u geleerd heeft. Hè. Als ik eraan denk, dan zal ik u steeds attenderen ook op het feit dat er iets geleerd kan worden. Ja. Dat is wel nuttig natuurlijk. Dus ik ga, dat begrijpt u al welke kant het op ging, ik ga een soort compromisoplossing kiezen. En ik ga eigenlijk een beetje enkele gebeurtenissen die mij in het bijzonder getroffen hebben, ga ik met u behandelen. Die waarvan u ze misschien op het eerste gezicht zegt, wat een onbenullig rare gebeurtenis. Maar als u er dan even over denkt, u laat het even door de mond rollen. Hè? Ja, denkt u aan al die halfgare kookprogramma's. He, als u al deze avond één groot voordeel heeft boven de rest van de bevolking, u hoeft niet naar een kookprogramma te kijken. He. Dat moet op zichzelf al een vorm van intens genoegen zijn. He. Grote God nog aan toe, als iemand me dat voorspeld had. Dat is dus niet noodzakelijk. Dus u denkt, het is een kleinigheid, maar u zult zien dat het eigenlijk zaken zijn waaraan grote dingen gekoppeld kunnen worden. En mijn thema, wat tenslotte hoop ik ook nog aan de orde zal komen, dat is fact-free politics. Ja, sorry dat ik daar nou in Engels begin. Ik ben eigenlijk enorm tegen dat gesprek van Engels als het niet nodig is, maar er is geen goede Nederlandse vertaling voor. Fact-free politics is het wonderlijke fenomeen dat politici en politieke partijen, dat die dingen kunnen beweren van elk randdebiel kind binnen 10 minuten kan vaststellen, binnen 10 minuten, binnen 30 seconden kan vaststellen dat het meest hemeltergende gelul is, maar dat ze daarmee wegkomen en vaak nog aanzienlijk politiek succes daarmee hebben. Ik zal u daar een hele reeks van aansprekende voorbeelden van geven. Ja. Ja, wij leven in een wereld waar je de grootst mogelijke waanzin kunt verkopen en desondanks, of juist daardoor, groot politiek succes kunt scoren. En u begrijpt, ik geef wat buitenlandse voorbeelden, maar we kunnen Nederland niet volkomen sparen op dit punt, want ook wij hebben er last van. Ja, dat kan ik kort samenvatten. Lijkt wel of ik ook verkouden hoor. U weet, ik geloof dat er 8 partijen in ons parlement zitten. Nee, laat ik met Amerika beginnen, daar hebben ze 2 partijen. En 1 partij is vrij normaal. En de andere bestaat vrijwel volledig uit krankzinnigen. Dat is natuurlijk vrij vervelend, want dat betekent dat ongeveer de helft van je politieke systeem uit krankzinnigen bestaat. Wij hebben, zoals u weet, 8 partijen in het parlement, ongeveer 8 in ieder geval. En gelukkig bestaat daar maar 1 partij uit complete krankzinnigen. U kunt voorlopig gaan nadenken over welke partij dat mogelijkerwijze zou kunnen zijn. Ik kom er straks nog wel over te spreken, dus als u er gewoon niet op kunt komen. Als u echt zit te worstelen, wat zou het zijn, GroenLinks? SGP? Ja, nu denk ik ineens, zijn er niet 2 eigenlijk. Ja, dat ik daar niet op ben gekomen. Oké, dus daar wou ik dan ook over hoe dat komt, fact-free politics, en daar wou ik u een aantal voorbeelden van geven. En tenslotte hoop ik u nog te onthullen dat we eigenlijk in Nederland al 10 jaar in een, in een,
in een soort van publieke discussie leven in een cultureel universum wat grotendeels bestaat uit de grootst mogelijke kletskoek. En dan wou ik het afsluiten met een korte beschouwing over het Oude Testament. Goed, laten we eerst eens kijken naar de kleine gebeurtenissen en naar een zeer opmerkelijk nieuwsbericht wat gisteren in de krant stond, wat u vast allemaal wel heeft gelezen en waar u zelf misschien wel iets over gezegd heeft. Ik vond het opmerkelijk, het sluit een beetje aan bij fact-free, nou ja, fact-free culture kunnen we misschien langzamerhand wel van spreken. De snelwegschutter blijkt niet te bestaan. Maanden zijn we doodsbenauwd geweest voor het kleinste ritje. Die zouden wij, want je had het op de kaart, werd het steeds geprojecteerd door het journaal. De veronderstelling was dat hij in een kippenhok ergens in de buurt van Voorburg woonde. Dus al die wegen daar in de buurt, daar waren tientallen auto's getroffen door de snelwegschutter. Dus wij hebben enorme omwegen gemaakt om dat hele, die hele driehoek eigenlijk, die driehoek des doods, om die te vermijden. Die Sargassozee van de snelwegschutter eigenlijk. Hè. Het blijkt nu steenslag te zijn geweest. Ken ik een heel levendig type van steenslag. Die zich min of meer spontaan omhoog werkt en dan door je achteruit vliegt. Maar de politie heeft het onderzocht en ze zijn tot de conclusie gekomen dat het is een fenomeen wat zich sowieso altijd voordoet. Ze hadden voor die tijd eigenlijk niet naar de ruitschadeherstelbedrijven gebeld, maar dat hebben ze nu wel gedaan en daar zat geen piek in. Dus kennelijk, of de snelwegschutter is al tientallen jaren actief. Dat is een mogelijkheid. Het gaat van vader op zoon over eigenlijk. Dat is ook, dat kan. Maar anders moeten we concluderen dat die dus niet bestaat. Hè? En dat die zich aan kan sluiten bij die wonderlijke fenomenen die we wel vaker in de zomermaanden hebben. Ontsnapte slangen. Vreselijke wilde dieren, daar was geloof ik ergens op, was niet een luipaard op de Hoge Veluwe gesignaleerd, die zich op een of andere manier uit de voeten heeft gemaakt, want we hebben er nooit meer iets van. Heeft u trouwens nog die foto van die wolf gezien? U moet dus wel de krant goed bijhouden. Ja, dat is een, ik weet niet of ik dat wel eens eerder verteld heb, maar er stond een foto in de krant en daar stond, ja, het had ook een grote herdershond kunnen zijn. Ik kon het zo goed niet zien. Het was, laat ik het zo zeggen, een verbaasd kijkende wolf. He? Die dacht, waarom hebben ze zo'n interesse in mij? En dat kwam omdat hij de eerste wolf was die in Nederland gesignaleerd is. Het was in Duiven, dat is een plaatsje onder Arnhem. Waarom je nou als wolf in Duiven begint, is mij een raadsel. Dat zou ik zelf als wolf nooit hebben uitgezocht. Maar al jaren werd ons aangekondigd dat wij spoedig last zouden krijgen van wolven. Ik kom zo op de heer Bleker. Ja, onvermijdelijkerwijs. Want u moet weten dat niemand heeft zich dat gerealiseerd, maar zolang het ijzeren gordijn er was, konden die wolven, die nog in hele grote hoeveelheden wild in het wild leven, in Wit-Rusland en in Oekraïne en in Polen, het woud van Bialystok en zo, u weet dat wel, die konden natuurlijk niet door dat ijzeren gordijn heen. Die gingen wel elk jaar even kijken en dan kwamen ze terug naar het bos en zeiden ze, het is er nog. En ze hadden eigenlijk een beetje de moed opgegeven. Want ze hebben de natuurlijke westwaartse trek over zich. En toen ergens in 1990 was er weer eentje gaan kijken. Zij zegt, het is weg. Het is verdwenen. Alles is weg. De wachttorens, de mijnen, alles is weg. We kunnen naar het westen. En toen zijn ze begonnen naar het westen te trekken. Niemand die dat opgemerkt heeft. En toen, ik geloof dat al vrij aanzienlijk hoeveelheid de wolven in het centrale deel van het oorspronkelijke West-Duitsland zijn gesignaleerd. En toen werd er gezegd dat we maar een paar jaar hoefden te wachten en dan zouden ze ook in Nederland komen. En de enige partij
die daarbij enig initiatief getoond heeft, was het CDA. Want ik meen me te herinneren uit de krant, u ziet hoe goed je die moet lezen, dat een CDA-kamerlid heeft voorgesteld, omdat die Duitsers te lamlendig waren om op die wolven te schieten, dat Nederlandse jagers, die lid zijn van het CDA, dat die bij Hannover vast die wolven dood zouden aanschieten. Zodat ze zich niet zouden kunnen vergrijpen aan Nederlandse lammetjes en koeien. Er zijn koeien veel te groot voor wolven, maar goed, dat is nou weer wat anders. Maar daar is, heb ik toen verder nooit meer iets van gehoord. En nu is daadwerkelijk gebeurd wat we verwacht hadden. Bij duiven is de eerste wolf gesignaleerd, als het een wolf was. Dat laat ik dat vooropstellen. En nu dacht ik bij mezelf, als natuurlijk de ecologische hoofdstructuur een beetje klaar zou zijn, dan kunnen we die wolven eigenlijk via die ecologische hoofdstructuur naar de Oostvaardersplassen leiden. En daar kunnen ze dan al die halfdooie edelherten en die koeien op gaan vreten. Waardoor daar een natuurlijk evenwicht ontstaat. Maar nu heeft die bleker de bijl gezet in de ecologische hoofdstructuur. Dus die wolven beginnen aan hun traject. En dan kunnen ze op een goed moment niet verder. En dan heb ik maar één hoop dat ze bleker op gaan eten. Maar ja, dat zou wel zielig zijn. Ik zie mensen elkaar aankijken van, nou ja, het is niet onze favoriete politicus, maar om nou door een groep wolven verscheurd te worden. Maar misschien kan hij ze wel afleiden met een leuke fiets, of mogen ze ook mee naar het voetbal, je weet het niet. Wie wil er in Nederland nou niet naar het voetbal? Hè? Ja, nou, dat was dus de snelwegschutter. U ziet hoe makkelijk dat leidt tot allerlei zaken die toch op het eerste gezicht er niet zo verschrikkelijk veel mee te maken hebben. De tweede kwestie die ik aan de orde wou stellen was eigenlijk de heiligverklaring van de vorige paus. De Poolse paus, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of u dat een beetje gevolgd hebt, die paus, maar als iemand heilig verklaart, ze willen hem graag heilig verklaren. Maar daarvoor moet je eerst zalig verklaard worden. Waarom dat zo is, weet ik niet. Het zijn eigenlijk een soort tweetrapsraket, als het ware. He? Het is net alsof je eerst je kandidaat en daarna je doctoraal doet, zoiets in die geest. Je moet eerst zalig verklaard worden en dan word je heilig verklaard. En voor beide verklaringen is een wond, zijn meerdere wonderen nodig. Waarom ze überhaupt iemand heilig willen verklaren is mij een raadsel, maar daar hebben ze in de katholieke kerk, hebben ze daar een enorme liefhebberij in het verklaren, in het heilig verklaren. Ja, of die paus was nogal een betrekkelijke cynische figuur, maar kennelijk zitten ze daar niet zo mee. En toen is ze, er is een wonder geschied waardoor die zalig verklaard is. Er was namelijk een non, die had een dodelijke ziekte en die is plotseling genezen. En dat kwam doordat de vorige paus vanuit de hemel chemotherapie naar beneden gestraald heeft. Ik ben nou vergeten hoe het gegaan is, maar ik dacht ook, ik lees het stukje even of ze misschien, of er misschien nog een medisch onderzoek aan vooraf is gegaan. Maar nee, dat was niet. Het was allemaal door pastoors was het vastgesteld. En dan denk je al, nou, ja, daar wil ik daar verder niet te veel over speculeren, maar dat kan hele vreemde. Het was duidelijk, er was geen wetenschapsman aan te pas gekomen. Zij was plotseling genezen. Daar kwam het op neer. Dus hij was zalig verklaard, dat is in het begin van dit jaar gebeurd en nu is nog het wachten op de wonderen die tot heiligverklaring kunnen leiden. En las ik in de krant, er was al een wonder gebeurd en dat was al misschien deels voldoende voor de heiligverklaring, want de executie van Osama Bin Laden in Abbottabad, dat was een wonder. Ja, ik laat hier even een pregnante stilte vallen, want ik keek er toch van op. Zelf dacht ik dat Amerikaanse special forces het gedaan hadden, met speciale helikopters die daarvoor ontworpen waren en dat Obama de opdracht had gegeven, maar dat blijkt dus totaal niet het geval te zijn geweest. Die waren er wel bij betrokken, maar dat het goed is gegaan, lag aan de interventie van de vorige paus vanuit de hemel. Die heeft die helikopters gestuurd en die heeft ze ingeblazen, hij zit boven in huis. Let op, hij wil een wapen pakken. Ja, en dan vraag je je toch af, als normaal mens, hoe weten ze die dingen? Hè?
Hoe komen ze daarachter? En vindt u het niet een gek wonder voor iemand die heilig verklaard moet worden? Zou onze lieve Heer een executie zeggen van ja, dat is een lekker wondertje. Ja, als je er nog twee doet, dan moet je even nadenken wie het moet worden. Maar nou goed, Bleker laten we dan in leven eventueel. Als u erop staat. Ik vind dat zoiets raars. Hè? Want hier is dus elke vorm van feitelijke grondslag, dit is dus puur uit de duim gezogen. Het is ja, of is er iemand die mij uit kan leggen hoe dit mechaniek precies in elkaar zit. Ik kijk ook even naar boven. Het schijnt daar wel geleidelijk aan vrij warm te worden, heb ik gehoord. Dus als u nou een beetje in comateuze toestand raakt, roep dan even naar beneden, dan doe ik het tempo omhoog of... We laten Bleker toch gruwelijk aan zijn eind komen, dat u in een toestand van opwinding raakt, zal ik maar zeggen. Het is zo'n compleet waanzinnige wereld, hè, dat dus de vorige paus vanuit de hemel leiding heeft gegeven aan de executie van Osama Bin Laden in Abbottabad. Ja, u zit erbij te kijken als u denkt, dat is de normaalste zaak van de wereld. Zulke dingen gebeuren voortdurend. En ik heb zelf e-mailcontact met de wereld boven ons. Ik vind dat enorm raar, maar het zij zo, het zij zo. Wat had ik nog meer op het programma staan? Ja, onvermijdelijkerwijs moeten we iets zeggen over Kunduz. Hè? Dat sympathieke fantasietje van GroenLinks. En ook van de Nederlandse regering die daar ook zijn medewerking aan verleend heeft. U weet wat we daar doen, kleinschalig. Ja, toen ze er eenmaal waren bleek niemand er behoefte aan te hebben. Maar en u zult zien, ook dat is een thema in dit verhaal. Kleinschalig leiden we daar politiemensen op. En ja, wij waren enorm bang dat die politiemensen eenmaal opgeleid zich zouden gaan bezighouden met militaire taken. Maar nu hebben we gelukkig... hebben we een schriftelijke verklaring gekregen van de Afghaanse regering. Daar zal geen sprake van zijn. En u weet dat de Afghaanse regering wereldwijd bekend staat als een van de allerbetrouwbaarste regeringen ter wereld. Dus we kunnen daar 100% op rekenen. Ze gaan nog liever bij de Aldi werken dan dat ze militair actief worden. Ja, echt waar. En heeft u ook gehoord wat verklaard werd bij... Want we waren natuurlijk al in Uruzgan geweest, dat kunt u niet gemist hebben. En u weet dat we juist door de Nederlandse aanpak daar een enorme indruk hebben gemaakt. Die was heel anders dan van alle andere landen. En eigenlijk hadden ze het liefst gehad in Afghanistan dat alleen maar Nederlanders bij de NATO-exercities betrokken zouden zijn geweest. Maar ja, dat kon niet gerealiseerd worden. Maar door onze menselijke aanpak, he, door het, ja, ik weet niet precies waar het uit bestond, maar we hebben geloof ik vele shoebakken gestuurd en ze zijn nog bezig met die steentjes door die gaten te duwen. He. Sowieso een land waar shoebakken populair is, dat zou zich psychiatrisch moeten laten onderzoeken, zou ik zeggen. En nu dus Kunduz. En altijd met datzelfde sprookje dat absoluut essentieel is om van Afghanistan een modern democratisch land te maken. En als dat dan eenmaal gebeurd is, is er geen reden meer om te veronderstellen dat zich ergens in dat land misschien groepen zouden kunnen formeren die verschrikkelijke plannen zouden kunnen hebben voor het opblazen van wolkenkrabbers in de Verenigde Staten. Dat was het idee eigenlijk. Denkt u dat dat mogelijk is? Want dat is de vraag natuurlijk. Als je dat namelijk denkt, dan zijn er nog meer gekken in Nederland dan ik al dacht dat er zijn. Kijk, ik zelf heb het vermoeden, en dat vind ik in feite geestelijk geruststellend, dat onze regering daar ook geen zak van gelooft natuurlijk, dat Afghanistan gedemocratiseerd kan worden op korte termijn, en dat we daar een eind kunnen maken aan allerlei fundamentalistische... tribaal georganiseerde vechtersbazen, hè, maar dat we alleen meedoen om aan tafel te zitten, zoals dat heet. Hè. Dat schijnt enorm belangrijk te zijn. Ik weet niet, toen
onze vriend Rutte bij Obama op bezoek was. Hij is relatief laat bij Obama uitgenodigd, omdat het maar zo'n klein missietje is. Hè. Was het groter geweest, dan had hij eerder mogen komen. Hè, want u weet dat Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer in de tijd onmiddellijk welkom waren door de prominente rol die we toen nog in Afghanistan speelden. En wie kan zich dat bezoek niet herinneren? We hebben het laatst weer even gezien. Hè? En dat moet ik zeggen, Rutte werd eigenlijk gered door het feit dat hij al in dat stoeltje zat voordat hij door de camera te pakken was genomen. Hè? Want het was vooral het binnenkomen van Jaap de Hoop Scheffer en Balkenende waar je dacht, oh jeetje, hè? Oh jeetje, wat denken ze nou in de rest van de wereld van Nederland? Hè? Ja. En Balkenende liep toch al zo raar. Hè? Ik ga dat ook niet nadoen, maar... En ik ga Jaap de Hoop Scheffer al helemaal niet nadoen, want ik deed dat een keertje. En toen na afloop kwam een aardig meisje op me af en zei, ik ben de dochter van Jaap de Hoop Scheffer. Dus is er nog familie van Jaap de Hoop Scheffer in de zaal? Of hij zelf misschien, uit sadomasochistische overwegingen, heeft hij besloten vanavond te gaan? Nee, ook niet. Ja, dat was een droevige bijeenkomst. Maar Rutte had ook iets. Ja, ik weet niet precies wat het is. Maar het is toch de jongste padvinder die op bezoek gaat bij de wereld, Akela. He, dat is het toch. Hij zat ook in die stoel. Toen zei Obama, terwijl hij dat was, ik heb Obama zeer hoog, maar hij kan ook liegen, want daar kunnen alle politici. Hij zei ja, hij hoopte nog op bezoek te komen in Nederland. Nou, je voelde op je klomp aan dat het wel het laatste was wat hij van plan was. Hè? En Rutte reageert alsof hij een extra verjaardagscadeautje krijgt. Hè? Van, ja, daar begrijp ik dan niks van. Ik had gezegd, nou liever niet. He? Ja, want je hebt er geen reet aan. Het is een enorme heisa met beveiliging en zo. En ze moeten hebben speciale gepantserde auto's en er moet een helikopter boven hangen. Ik weet niet of u, nou ja, ik was toevallig eens in Washington op het moment dat ze daar rondrijden. Nou, je wordt door de politie op hardhandige wijze tegen de gevels aangeknuppeld. He? En dan komt die motorcade, die komt voorbij zetten, niet waar, alsof ze door een Exocet-raket achtervolgd worden. Ik zou dat helemaal niet willen. En dan zeker op het Binnenhof, hè? Door die poortjes heen, nee. Ik zie er helemaal niks in. Maar goed, hij kwam niet op dat idee en nou ja, zodoende. Kunduz, dat is dus Kunduz, hè? Heeft u wel eens naar de kaart van Afghanistan gekeken? Heeft u wel eens gezien hoeveel inwoners Afghanistan heeft? Hè? Het is ongeveer zo groot als Frankrijk. Het heeft 33 miljoen inwoners. Waarvan natuurlijk het hele oostelijke gedeelte. Ja, u ziet, als u straks thuis komt, dan kunt u dit als een belangrijke les aan uw familie meedelen. Het hele oostelijke deel van het land, dat wonen de zogenaamde Pashtuns. In totaal worden er in Afghanistan 15 verschillende talen gesproken. Ik zei u al, het is een tribaal geordende samenleving. En dat hele oostelijke stuk staat in poreus contact met het westen van Pakistan. Dus als je daar actie voert om wat dan ook precies te bereiken, laten we nou maar zeggen een fatsoenlijk en democratisch Afghanistan, zoiets als België of Nederland of zo, zoiets, dan is dat dweilen met de kraan open. Want in West-Pakistan hebben we niets te vertellen. Ja, we kunnen op die begrafenissen en die huwelijken schieten met die drones, maar dan heb je het ook mee gehad. Het is dus een volkomen nutteloze exercitie, dames en heren. We zijn daar bezig met een volstrekt geschrift illusoor project, anders kun je het niet noemen. He? Ja, ik weet niet wat de krant van Wakker Nederland daar zo over schrijft, maar... En toch doen we dat. Dat begrijp ik dan dus niet. Om aan tafel te zitten... Is dat zo belangrijk? Ik zou zeggen, het is zonde van de narigheid die je daardoor beleeft. Wat hebben we nog meer voor interessante... Ja, daar moeten we toch heel kort even aandacht aan besteden. Niet aan Fukushima, want daar heb ik eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel over te zeggen. Behalve dat het interessant is in de zin dat die centrale staat, en het waren er ook wel
was het verstandig om er zoveel bij elkaar te zetten, vraag ik me af. He? Want als het dan met één misgaat, is het risico vrij groot dat het met de volgende ook misgaat. Maar ze waren geweldig beveiligd tegen aardbevingen en tsunamis, alles. Maar het gekke is, het was een klassieke ramp. U moet maar eens kijken, bij rampen is het altijd hetzelfde fenomeen. Dit is ook weer iets wat u thuis kunt vertellen. Bij rampen gaat namelijk alles mis. Hè. De meeste fail-safe systemen zijn gebouwd op het feit dat er één ding misgaat. Hè. Eén motor van het vliegtuig valt uit. Hè. Twee kan ook nog. Sterker nog, moderne vliegtuigen kunnen op één motor kunnen ze landen. Maar als ze alle vier uitvallen, ja, flap your wings kun je nog roepen, maar dan is het meestal wel hartstikke mis. En dat is nou juist precies wat er bij rampen gebeurt. Dat het een soort stapeleffect heeft. Hè? Dat vaak het eerste wat misgaat, daardoor gaan alle volgende trajecten gaan ook mis. En dan zie je wat er gebeurt in Fukushima. Maar, u weet, we hebben in Nederland nog één werkende kerncentrale over. Bij Borselen. En daar is een commissie, want in verband met Fukushima is een commissie aan de gang gegaan om te bestuderen of Borselen beveiligd was tegen aardbevingen van meer dan 7 op de schaal van Richter en tsunamis à la de tsunami in Japan. En die zijn tot de conclusie gekomen, het zal voor u een verblijdende mededeling zijn, dat Borselen daar volledig tegen bestand is. Ik geloof alleen de noodgeneratoren moesten geloof ik 2 meter hoger gezet worden, maar dan was alles in orde. Terwijl je zit dan thuis en je denkt bij jezelf, wanneer was de laatste keer dat Nederland door een aardbeving van meer dan 7 op de schaal van Richter is getroffen? En de laatste tsunami, wanneer was dat ook alweer? Het is eigenlijk alsof je een commissie aan de gang zet die op Ameland het gevaar van vulkaanuitbarstingen gaat bestuderen. He? Hoe gestoord kun je eigenlijk worden? Maar ik moet zeggen, ze hebben wel bij de bouw van Borselen kennelijk een heel verziende blik gehad, dat ze met deze calamiteiten, dat ze daar rekening mee hebben gehouden. Dat moet toch in ieder geval worden gezegd. Ja, wat had ik nog meer? Ik had toch een paar kleinigheden die in dit verband vermeld zouden kunnen worden, maar nou ben ik ze totaal vergeten. Dus misschien is het toch nuttig dat we nu overgaan naar het hoofdthema. Nee, nog niet. We moeten nog even wachten met het hoofdthema. Want de vraag is eigenlijk, wat was eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis van het jaar? Ik dacht, hoe kun je het jaar van de, u weet het, je hebt altijd het jaar van de vrouw, en het jaar van het kind, het jaar van de rollator, het jaar van, het is altijd wel wat. Ik weet niet of u dat is opgevallen. Vaak kom je er pas achter als het zo'n beetje klaar is, maar het jaar van, hè. Net zo goed als allerlei steden in Europa culturele hoofdstad van Europa zijn. He, Bratislava, Utrecht, Poznan. Ook allemaal van die plaatsen waar je denkt van, nou, dat is nou wel zo'n beetje de laatste locatie die ik gekozen zou hebben als culturele hoofdstad van, ja, ik weet dat toevallig voor Utrecht. Nou, ja, ik weet niet hoeveel Amsterdammers er in de zaal zijn. Amsterdam zou nog, voor mij hoeft het niet, maar dat zou nog eventueel, maar Utrecht. Doe dan meteen Oldenzaal. He, dan. Dat vind ik redelijk. Ja, het jaar van. En toen dacht ik eigenlijk, het is natuurlijk het jaar van de euro. Want ze zijn nu nog, nou ja, geloof dat de hotshots zijn weer weg, maar ze zijn nog bezig in Brussel om de euro te redden. En we hadden een heel weekend van euroredding, stond er op de agenda en u heeft naar de televisie gekeken en we moeten het er zo even over hebben. De euro. Ik dacht zelf, het jaar van de euro. Maar dat was eigenlijk niet wat de Nederlandse media dachten. Hè? In de afgelopen weken heeft het journaal vaker geopend met Ajax. Ja, Ajax en zijn eigen verlosser. Hè? Namelijk JC zelf. Ja, dat is niet Job Cohen. Die we overigens ook enkele weken voor de verlosser hebben gehouden. Maar toen wist hij in Nieuwsuur niet wat de prijs van een pak volle melk was. En dan ben je in Nederland verloren. Als je dat niet weet, dan ben je
echt volledig afgeserveerd. Zou u het weten trouwens? Ik doe altijd alle eenvoudige boodschappen. Ja, waarom zeg ik dat zo? Omdat de moeilijke boodschappen, die kan ik niet aan. Maar het wc-papier en zo en verpakte spullen, die mag ik wel kopen. Maar wat ze kosten, ik heb geen flauw idee. Het enige wat ik weet is dat het altijd elke week ongeveer hetzelfde bedrag is. Zo'n €22,50 ongeveer. Maar als u mij zou vragen, wat kost een pak volle melk? Als u zegt €5, zou ik zeggen zeker geitenmelk, maar... Weet iemand hier wat een pak volle melk kost? Helemaal niemand? Boven misschien? Bent u nog in leven? Een pak van. Kijk, ze hebben even het licht erop gezet, zodat u ook individueel herkenbaar bent, als u weet wat een pak volle melk kost. U drinkt geen volle melk. Nou, doe dan maar half volle melk. 95 cent. 80. 76. Nou, heeft u de beeld goed in orde? Het is wel duidelijk dat u ook niet geschikt zou zijn als verlosser. Ja. Karnemelk 51. Oh. En wat kost gewoon een pak water? Wat is dat? Uit de kraan. Oké. Nou, ik moet zeggen, ik heb van alles opgestoken. Het is toevallig, hou ik totaal niet van karnemelk, dus ik kan daar niet op doorgaan. Maar het is goed dat als ik mocht ik aan de bedelstaf raken, dat ik in ieder geval via karnemelk nog in leven kan blijven. Ik las nog eens in de krant, ja, raar dat we daar nu opkomen, las ik een eigenaardig verhaal over een meneer in Den Haag die 15 jaar lang alleen maar gele vla had gegeten. Maar hij was niet dood, hij leefde nog. Maar hij was zo verzwakt dat hij niet meer kon lopen. Dus hij is wel door een ambulance van huis gehaald en nou ja, ik weet niet wat ze er verder mee gedaan hebben, maar... Hoe zou je ertoe komen om 15 jaar gele vla te eten? Dat zou ik wel eens willen weten. Hè? Hij zag er eigenlijk net zo uit als die astronauten. Hè? Die kunnen eigenlijk ook niet veel meer als ze dan een half jaar gewichtloos zijn geweest. Een half jaar, nee, 15 jaar gele vla. Moet je wel een hele eigenaardige afwijking hebben. Ja, Ajax en Cruijff, ik wilde daar toch enige aandacht aan besteden, omdat ik voor mezelf geprobeerd heb om erachter te komen hoe dat komt. Want, nou ja, ik neem aan dat er Ajax supporters zijn, en met name in de regio Amsterdam. Maar waarom zien mensen toch in Cruijff wat ze er kennelijk in zien? Namelijk een soort verlosser, iemand laat ik meteen voor dat u denkt van wat die kinderachtige gedoe. Het was toch een groot voetballer. Ja, het was een groot voetballer. Ik bedoel, dat bestaat buiten kijf. Maar waarom zou het zo moeten zijn dat een groot voetballer ook de belangrijkste Nederlandse filosoof van de afgelopen 300 jaar is? Dat begrijp ik niet. Hè? Waarbij wat hij ook zegt, niet waar, daar wordt gezegd, dat is zo diepzinnig. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat je denkt, ja, dat is. Daar ben ik nooit opgekomen. Daar is nog nooit iemand opgekomen. He? Plato heeft rondgetast, maar heeft dit niet weten te ontdekken. He? Heidegger heeft er essays over geschreven, maar hij is niet tot die pregnante formulering gekomen van deze diepste waarheid van het menselijk leven. He? Ja, je hebt ook een Nederlands spreekwoord, elke medaille heeft een keerzijde, maar ja, dat is toch minder pregnant, dat is minder diep, dat heeft minder gewicht naar mijn idee. Hè? Je ziet het pas als je het begrijpt. Kom er maar eens op. Hè? Er zijn hele boeken over volgeschreven, wist u dat? Je ziet het pas als je het begrijpt. Want dat betekent gewoon, je begrijpt het pas als je het begrepen hebt. Hè? Ja, die indruk had ik ook al vaak, hè? Dat zo was. Als je het helemaal begrepen hebt, dan weet je wel zo'n beetje hoe het zit. Hè? Waar ligt dit aan? Wat heeft hij dat? Is het zijn waarhoofdigheid? Dat was mijn interpretatie eigenlijk. Wat hij zegt is vaak zodanig polyinterpretabel, hè?
dat iedereen er het zijne in kan lezen. Dus hoe geleerder u zelf bent, hoe geleerder dat u denkt dat Cruijff is. He? En hoe dommer u zelf bent, hoe, dan begrijpt u het ook nog steeds. Het maakt namelijk niks uit, alles zit erin. He? Hij kan een uur praten zonder dat je de flauwste idee hebt waar het over gaat. He? En die beschouwen wij dus als, nou in ieder geval voor zover het aan Ajax betreft, als de verlosser. Maar wat drijft onze media ertoe om het journaal ermee te openen? He? Je hebt dan naar De Wereld Draait Door gekeken, daar hebben dus volwassen mannen een half uur lang ruzie zitten maken over deze materie. En dan denk je, nou dat moet voor vanavond toch wel zo'n beetje genoeg zijn geweest. Nee, alle programma's die daar die avond op volgen, die doen precies hetzelfde. He? Wat daar aan de hand is en waar het heen moet en ga zo maar door en dan krijg je tenslotte Pauw en Witteman. En daar zit Cruijff in zijn eentje. He? Dat is, ze hebben daar minister-presidenten, als Angela Merkel zou komen zouden ze nog 6 man aan tafel hebben zitten. He? Al was het maar om het Duits te vertalen. Maar Cruijff zit er in zijn eentje. Hè? Waardoor hij inderdaad de unieke mogelijkheid heeft om een uur lang iets te zeggen waar we nu nog over nadenken. Hè? Elk nadeel heeft zijn voordeel. Of omgekeerd. Ik weet het ook niet precies. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, het ligt toch aan, want je probeert toch een soort structurele oorzaak. Wie vond het, wie heeft geboeid gekeken naar alles wat met Ajax te maken had? Ja, dat betekent dat uw IQ niet veel hoger dan 55 kan zijn. Dus ik wil even vingers zien. Helemaal niemand. Hè? Wie heeft in de loop van die al die weken bij zichzelf gedacht, kan dat niet wat minder? Hè? Kijk. Ah. Daarboven ook, ja, daarboven ook. Zeg maar gerust een geruime meerderheid. Hè? Daarom zei ik al, u bent niet een specifiek Nederlands publiek. U bent niet typisch voor het gemiddelde, zal ik maar even zeggen. Ik vond het echt volkomen belachelijk. Maar goed, nu de structurele, wat zou dat kunnen zijn? Een feit is natuurlijk dat de nieuwsindustrie, waarvan u denkt dat die uit Hilversum komt, natuurlijk grotendeels uit Amsterdam komt. Hè? En wie hebben het in de nieuwsindustrie voor het vertellen? In het algemeen mannen, nog lang niet alleen vrouwen, daar moeten we straks misschien iets over zeggen als ik erop kom, maar in het algemeen mannen tussen de 35 en de 55. Daarboven zijn ze te oud, waar dan ook voor in de media, en daaronder nog net te jong. En dat zijn natuurlijk allemaal dus mannen in die specifieke leeftijd uit de regio Amsterdam. En die zijn allemaal besmet met het Ajax-virus. Dat was mijn interpretatie. Wat denkt u daarvan? Nou, ik ben niet onder de indruk. De meneer hier op de voorste rij die doet dat het om het geld gaat. Maar ja, als u aandelen Ajax heeft, heb ik maar één advies voor u. Verkoop het zo snel mogelijk. Zorg dat u het kwijtraakt. U kunt nog beter Griekse staatsstukken kopen. Hè? Dan verdient u nog een stuk meer aan, kan ik u verzekeren. Nee, daar heeft u echt helemaal niks aan. Ik vond het een raadselachtig fenomeen en het is weer een van die wonderlijke. Hè, terwijl de euro dus op springen staat of Europa naar God gaat, wie zal het zeggen? Daar moeten we het zo even over hebben. Vinden wij Ajax en Johan Cruijff stukken en stukken belangrijker. Allee. Goed, dan. Aan nu dit geconstateerd is, kunnen we even naar die euro. En dat is toch een hoogst interessante zaak, die euro. Want, nee, laat ik u eerst vragen, even weer, om, wie denkt dat de euro uit elkaar zal vallen? Wie denkt dat de eurozone uit elkaar zal klappen, dat de euro zal imploderen? 1 vinger daar geconstateerd, nog meer, 2 vingers. Daar ook nog 1? Ja, 3. Ja, was u, ja. Ja, het zijn meestal oudere mannen. Dat is nou zo wonderlijk, dames en heren. Ik stel deze vraag aan alle zalen waar ik voor spreek. Het gaat vaak over de euro natuurlijk en de kredietcrisis en zo. En altijd met hetzelfde resultaat dat op enkele honderden mensen 1... soms 2, dit is al een hoge score, 3. Ja, gisteravond was er maar 1 persoon.
Ja, die had een snor misschien, dat het daar aan lag, dat weet ik niet. En u heeft ondertussen, bijna een jaar lang, heeft u van het journaal en trouwens alle andere media gehoord dat als er deze week geen besluit wordt genomen, dan is het afgelopen. Dan implodeert de euro en dan implodeert de Europese economie en dan storten we allemaal achter hellevoetsluis in een heel diep ravijn en dan kunnen we het verder wel vergeten. Hè? Zijn we gedwongen om de rest van ons leven karnemelk te drinken waarschijnlijk. Aerosol van 51 cent per pak. Dus het gekke is dat al die mensen dat hele jaar gedacht hebben, nou, het zal mijn tijd wel duren, of het zal zo'n vaart niet lopen, of het valt wel mee. Hè? Want dat bent u toch met me eens, dat de boodschap steeds dezelfde. Ook deze week was het weer, nu ging het er echt, absoluut, nu ging het er omspannen. Daar moest nu echt een besluit worden genomen, dat de ECB geld ging drukken, of dat de eurobonds zouden komen. Allemaal dingen die ze helemaal weer niet besloten hebben. Hè, ze hebben wel allerlei andere belangrijke dingen besloten, dat wel. Ja. Ze hebben besloten dat een aanzienlijk deel van onze soevereiniteit op het punt van het budgetair beleid naar Brussel zal vloeien. En wat zei Rutte daarvan? Nou, dat gold eigenlijk voor de andere 24 eurolanden, maar niet voor Nederland. Ja, hoe dat komt, dat is nog, zit nog in de mist, maar het is een, of wij een speciale uitzonderingspositie hebben gekregen. Of dat hij zo bang voor Geert is, dat hij bereid is deze mistige redenering vol te houden. Ik weet het niet precies, maar ik vond het wel raar, vond u niet? Of u vond het helemaal niet raar? Ja, er zijn nogal wat Rutte-bewonderaars in Nederland. Ja, ik hoor daar niet bij. Maar ik wil uw avond niet bederven, dus we laten het maar even zo. Al is het natuurlijk, ik kan niet laten, dit kabinet heeft natuurlijk een hele wonderlijke ontwikkeling doorgemaakt. Hè? Want toen het geformeerd werd, hebben we al deze problemen eigenlijk niet zo aanzien komen. Sterker nog, we dachten dat we bezig waren om als een raket uit die trog van die kredietcrisis omhoog te stijgen. 2010 was dat, hè? 2009 was met die V-vormige inkeping en al die statistieken. En eigenlijk was het kabinet sterk getekend door de gedoogagenda, om het maar even zo te zeggen. We waren nog gevangen in, nou ja, daar gaan we het straks over hebben, dus ik kan u dat niet allemaal nu reeds onthullen, maar nou ja, het ging er vooral om de massa-immigratie van kansarmen aan de grenzen tegen te houden. En om dat enorme hek om Nederland te gaan bouwen, zodat we ons helemaal konden afschermen van het buitenland. Ja, het is een heel duur project, dus je bent al gauw geneigd om te zeggen welke provincie zouden we buiten het hek kunnen houden. Waardoor het een pragmatischer hek wordt. Hè? Meer een praktisch hek. Ja, daar moet u gewoon even over denken en dan ziet u vanzelf wel welke provincie buiten het hek zal vallen. Ook in verband met de wolven zou dit trouwens een heel nuttig, want die zijn zo illegaal als de pest. Hè? Die vragen helemaal niet om een gedoogconstructie dat ze erin mogen of zo, dat ze tijdelijke verblijfsvergunning. Dat was misschien waarom die wolf zo raar keek bij duiven. Dat hij daardoor een kolderbijer was gevraagd naar een tijdelijke verblijfsvergunning. Dat zou best kunnen. Hè? Want we zijn in dat punt in Nederland natuurlijk volledig ontspoord geraakt. Maar goed, dit slaan we even over. Ja, en nu in het afgelopen jaar natuurlijk is gebleken dat die gedoogagenda er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel toe doet. Ik zal u straks uitleggen waarom. U ziet, er zijn allerlei dingen waar u zich enorm op kunt verheugen. Maar wat is nu de agenda wordt volledig beheerst door de euro. En het Europese beleid in algemene zin, waarheen met de EU en wat is onze rol in de EU enzovoort enzovoort. Door het pensioenakkoord, door de hele AOW kwestie. En wat duikt weer op en uit wiens mond duikt het op? We hadden dat kunnen verwachten natuurlijk, Maxime Verhagen.
dat misschien toch de hypotheekrenteaftrek toch bespreekbaar is geworden voor het CDA. Terwijl ze nou zo beloofd hadden dat niet te doen. Hè. Dan zie je aan dat dit, hè, nou ja, ze denken natuurlijk Balkenende heeft het beloofd, dus daar hebben wij niks mee te maken. Hè. Heeft u trouwens gelezen, dat vond ik wel lollig, dat Balkenende een Porsche Panamera heeft gekocht? Ja, wie wist dat? Oh, kijk, dat is toch vrij breed doorgedrongen. En ik weet dat u eigenlijk bij uzelf denkt schande. Hè? Maar ik vond het, voor zo'n gereformeerde jongen, vond ik het een daad van bevrijding. Ik weet zeker dat hij weken heeft liggen tobben, dat hij niet in slaap kon komen. Hij wou dolgraag een Porsche Panamera, maar hij dacht, kan een gereformeerde jongen uit Zeeland een Porsche Panamera kopen? En hij heeft het natuurlijk als een vrouw voorgelegd van, wat vind jij? Nou, dat kun je niet maken, Jan-Peter. Porsche Panamera, toe nou. En toen ontdekte hij, want hij heeft natuurlijk in het geheim op zijn computer de prijslijst zitten bekijken van Porsche Panamera's. Hij ontdekte dat er een hybride versie is. Dan is het niet zo erg, hè? Ja, want die rijden gewoon 1 op 25, tenminste. Nou ja, ik moet zeggen, ik juich het van harte toe. He, hij verdient nu wat hij, he, want hij mocht als Balkenende, toen hij nog minister-president was, mocht hij niet boven de Balkenende norm komen. Ja, dat zou je toch maar gebeuren, dat je het slachtoffer bent van je eigen norm. He. Dat is verschrikkelijk natuurlijk, he. Dat je wel eens denkt, wie is die Balkenende? 170.000 euro is het geloof ik, he, of zoiets dergelijks. Vindt u overigens, dat vind ik al een interessante vraag, vindt u dat de minister-president meer moet kunnen verdienen dan 175.000 euro? Wie vindt dat dat wel kan? Ja? U bent wel een beetje in slaap geraakt daarboven. Oh nee, toch maar. Ik zie nou dat er sommigen toch hun vinger opsteken. Ja. Ja. Het is een zeer verantwoordelijke baan. Het is ronduit slopend. Je doet nooit wat goed, hè. Want als je iets doet waar ze links blij mee zijn, dan zijn ze rechts boos. En omgekeerd, als ze rechts blij zijn, zijn ze links boos. En het aantal mensen wat precies in het midden zit en zegt van goed gedaan, nou, dat is echt op de vingers van één hand te tellen. Hè? Dat is meestal je moeder en ja, die vinden alles wel goed natuurlijk. En Balkenende, zijn moeder, kwam altijd wel voor hem op. Ja, het is misschien een beetje een raar verzoek aan de wereld achter de schermen, maar zou ik nog zo'n kop koffie kunnen krijgen? Vast bedankt. Ja, ik vond dat wel aardig. Goed, de euro. Dus u denkt ook allemaal dat hij het wel gaat overleven. Ik zal u eens gek vertellen, dat denk ik ook. Ik denk ook helemaal dat hij gaat imploderen, maar dat eigenlijk wat we nu gezien hebben in dat jaar, dat is een typisch Europees besluitvormingsproces, waarbij we moeizaam achteruit de toekomst instruikelen. He? Steeds roepend dat we dat eigenlijk niet willen, maar en nou ja, voordat je het weet heb je iets gedaan waarvan je absoluut niet voor mogelijk had gehouden dat je het zou kunnen doen. Maar als het maar stap voor stap gebeurt, dan zult, het is net als met het als je ouder wordt. He? Stap voor stap kun je allerlei dingen niet meer. En omdat je er zo langzaam aan went, is het net te overleven. Hè? Je merkt het wel, maar ja, ik zie dat dat niet erg aanspreekt, maar dat vind ik helemaal niet erg. U merkt het vanzelf wel. Hè? En dan hoort u mij op de achtergrond fluisteren net goed. Want heeft u zich eigenlijk al eens afgevraagd wat we in dat jaar dat we nou met die euro rondtobben, wat we al niet eigenlijk besloten hebben op Europees niveau. Hè? Namelijk een reeks van dingen die we vorig jaar om deze tijd totaal niet voor mogelijk hadden gehouden. Onder andere het opgeven, nou ja, afgezien van Nederland dan, het opgeven van onze budgettaire soevereiniteit. Het feit dat sowieso de samenwerking in Europees verband zeer sterk geïntensiveerd is, dat de rol van de ECB, al mag het dan eigenlijk, die toch al in allerlei opzichten veranderd is,
dat we een gigantisch fonds hebben opgetuigd om, ja, het schijnt nog veel groter te moeten worden, maar we hebben toch al een heel fors fonds, ik zou er zelf heel blij mee zijn, om al die slappe landen eventueel uit de problemen te redden. Dus u ziet dat er enorm veel gebeurd is, maar omdat het steeds met de salamitactiek gaat, want u weet dat na elke conferentie zeggen ze, het is te weinig, het is niet voldoende. Ik heb even gelezen wat ze vonden over wat de afgelopen 2 dagen besloten is. Daar stond ook weer, deskundigen vinden het te weinig. Wie raadplegen ze altijd over deze kwesties? Wel begrijpelijk, economen. Wie moet je tot geen prijs raadplegen over de economie? Economen. Ja, hebben ze de kredietcrisis aanzien komen? Nee. Zijn zij de oorzaak voor een belangrijk gedeelte van de kredietcrisis? Ja. En nou zouden we aan hen moeten vragen hoe we de problemen moeten oplossen die zij eigenlijk min of meer gezamenlijk veroorzaakt hebben. Er zijn economen die gewaarschuwd hebben. Die werden door de andere economen onveranderlijk beschouwd als zwartkijkers, dwarse linkse denkers, malle Pietje, ga zo maar door. Ik herinner het me nog heel scherp. Nee, de economen wisten het zeker. De Amerikaanse kapitaalmarkt, die ons al deze onbeschrijfelijke ellende bezorgd heeft, was de meest fantastische, flexibele, werkende kapitaalmarkt die ooit in de wereldgeschiedenis had bestaan. En het fijne was dat de risico's helemaal door de markt heen gespreid waren. Nou, dat was inderdaad een enorm voordeel. Mondiaal gespreid waren de risico's. Het was ongelooflijk werkelijk. En ze hebben het voor geen meter aanzien. Wat vergeten al die economen natuurlijk? Wat vergeten die? Dat natuurlijk die euro helemaal nooit een economisch, primair een economische zaak is geweest, maar altijd een politieke zaak. En dat het overeind houden van die euro ook helemaal niet specifiek een economisch project is, maar een politiek project. En als de financiële markten niet zouden bestaan uit compleet een halve garen. Kijk, ja, komt u even. Dank u wel. Hartstikke mooi, dank u. Ja, ik even het zakje open schuren. Ik vind klontjes handiger, maar goed. Het is een politiek project. Ja, niet die koffie, maar de euro. Het is een politiek project. En als nou één ding duidelijk is geworden in het afgelopen jaar, dan is het dat de politieke leiders van Europa zich zeer uitgesproken gecommitteerd hebben aan dat politieke project. Dat het ze moeite kost steeds nieuwe keuzes te moeten maken. En dat ze misschien denken, waar komt dit in godsnaam uit? Dat is zonder meer een feit. Maar ze hebben zich eraan gecommitteerd. En ik moet u zeggen, het klinkt merkwaardig misschien uit mijn mond, maar ik heb wel een zeker vertrouwen in Angela Merkel. Aanzienlijk meer dan ik heb bijvoorbeeld in Sarkozy en allerlei andere koekenbakkers die ook aan dat spel deelnemen. Of alles verstandig is wat de Duitsers doen, dat durf ik u niet met zekerheid. Er was wel één moment trouwens dat ik even in de zenuw heb gezeten. Dat was toen Merkel met dat décolleté verscheen. Omdat ik dacht, stel voor dat die euro daarin valt. En hij raakt zoek. Wat dan? Maar goed, dat was maar één keer en mocht u het niet gezien hebben, zoek het even op. Dat is het mooie ook als je tegenwoordig een praatje houdt, dat alles, je hoeft het helemaal niet te illustreren, want de mensen kunnen thuis alles opzoeken, alle plaatjes tevoorschijn roepen, alle YouTube filmpjes bekijken, ga zo maar door. Ja, dus ik heb er eerlijk gezegd alle vertrouwen in dat we op dezelfde moeizame wijze, vol met getrekken bek en gekissenbis, voort zullen gaan met dat ingewikkelde besluitvormingsproces waarbij de economen elke keer weer zullen zeggen, het is niet voldoende, want het is volgens de kapitaalmarkten namelijk nooit voldoende. Het is namelijk de paniek van de kapitaalmarkten die uiteindelijk het probleem veroorzaakt.
Het is helemaal geen macro-economisch probleem. Het is een politiek en psychologisch probleem in allerlei opzichten. Want naarmate de kapitaalmarkten onzekerder zijn, of beweren dat te zijn, want volgens mij zit er ook nog een aanzienlijk speculatief element in, gaan die rentes omhoog, zoals u gezien heeft. Hè? En als de rentes omhoog gaan, dan worden die schulden onbetaalbaar. Zouden die rentes op een normaal niveau blijven, 4-5%, dan is er niks aan de hand. Komt het boven de 7, ja, dan zit je met een probleem. Zelfs Nederland kan, als het maar doorstijgt, kan Nederland ook in de problemen komen. Weet u wat ik eigenlijk het leukste vond? Die Belgische staatsbonds, heeft u dat gevolgd? Ja, die Belgen hadden helemaal geen puf om te lenen voor 6,5%, dat vroegen de kapitaalmarkten trouwens. Die wouden 6,5%, ja, want die Belgen, ja, je kunt ze voor een cent vertrouwen, was het idee. En ja, dat is het. Volgens mij kun je die Belgen best vertrouwen. Ze maken een volkomen waarhoofdige indruk, maar dat wil niet zeggen dat ze onbetrouwbaar zijn. Hè? Ze hebben de beste bedoelingen. Het is eigenlijk, de Belgen zijn, worden eigenlijk het best gekarakteriseerd door het Nederlands wat die Rupo spreekt. Hè? Dan, dat is eigenlijk, dan heb je België in de kern te pakken. Hè? Maar hij probeert het tenminste. Dat is wel heel wat, zou ik zeggen. Ja. En wat hebben de Belgen toen gedaan? Die hebben staatsbonds uitgeschreven. Dat wil zeggen, ze hebben de bevolking opgeroepen om tegen een rente van 4,5% in te tekenen op staatsbonds. Gewoon in feite staatsobligaties. Terwijl dus de rente op de kapitaalmarkten was 2% hoger. En het idee was dat ze 500 miljard zouden ophalen. Weet u hoeveel ze opgehaald hebben? 5,5 miljard hebben ze opgehaald. He? Waren Belgen bereid om... En ik las net een stukje in de krant vanavond, voordat ik hierheen ging. Ja, je moet wat voordat je erheen gaat. Waarin stond dat wij ook heel makkelijk uit onze spaarcentjes onze nationale schuld zouden kunnen financieren. Wie van u zou moeiteloos intekenen op Nederlandse staatsbonds? Kijk, kom op. 5%. Oh, kijk, daar zitten hier al deskundigen in de zaal die meteen weer een hogere rente willen claimen. Nee. U moet voor het vaderland, het gaat dus niet naar die Porsche van Balkenende. Hè? We gaan er mooie dingen mee doen. Nieuwe borden langs de snelwegen zetten, dat u daar 130 mag rijden. Hè? Want dat is toch wel, als ik één maatregel van het kabinet zou moeten noemen, die mij tot een immens diep menselijk geluk heeft gestemd. Dan is het toch wel dat je op de A7 nu 130 mag rijden. Hè? En dat je dan gas geeft en dat je denkt van eindelijk vrij. Hè? Eindelijk kan ik leven zoals een liberaal wil leven. Hè? En het schijnt een lange termijn project te zijn waarbij ze om de 2 jaar de snelheid met 5 kilometer gaan verhogen. Ze hebben ook een contract gesloten met die bordenfabrikant die subsidieert de VVD. En dan heeft hij elke 5 jaar kan hij weer enkele tienduizenden nieuwe borden plaatsen. Dus dan wordt het 135, 140, 145. U zult zien dat gaat de hele bestaan van onze natie ingrijpend veranderen. Geloof van mij. Hè? Want u weet dat niets levert zo'n enorme bijdrage aan het bruto binnenlands product als verkeersongelukken. Wist u dat? Wat daar, hè, want die auto's moeten gerepareerd worden, de inzittenden moeten gerepareerd worden, wat vaak zeer kostbaar is. Of ze zijn voor hun hele leven invalide. Nou ja, dat is helemaal geld drukken. Nou ja, je zit dan nu even met dat persoonsgebonden budget wat afgeschaft wordt. Maar wie weet, als we dan harder gaan rijden, dat het persoonsgebonden budget weer hersteld zou kunnen worden. Misschien is dat een oplossing. Maar het hele idee dat je... Op sommige trajecten kun je wel 2 minuten uitsparen, wist u dat? Ja... Ik heb het getimed en het is echt dat je op bezoek komt en ze zijn jullie er nu al. De hele weg 130 gereden. Poh. Echt ongelooflijk werkelijk. Ja, we hebben nu voor het hoofdthema nog een half uurtje. Denk ik. Want dus moet ik wel van die euro afstappen. Maar je heeft wel gezien waar het met die euro ongeveer heen gaat. En dan nog. Nou ja, misschien kunnen we eigenlijk meteen een brug slaan
van de euro naar fact-free politics. He, want ik weet niet hoe het in deze zaal is, ik ga u even waarschuwen. Mocht u denken dat het een nuttig beleid zou kunnen zijn om terug te keren naar de gulden, dat is van een zo hemeltergende domheid dat het onbegrijpelijk is dat u vanavond naar mij bent gaan luisteren. He. Dus ik ga er even van uit, want ja, wie is toch ondanks alles een voorstander van terugkeer naar de gulden? Niemand? Nee, dat vermoeden had ik al. Wist u dat 43% van de Nederlanders wil terug naar de gulden in verband met de crisis van de euro? Of ze daarmee bedoelen dat ze terug willen naar die briefjes die wij hadden, hè, het bijtje en wat was het nog meer, de vuurtoren, het waren ontzettend leuke briefjes. Ik zou er enorm voor zijn geweest dat de ontwerpers van de Nederlandse briefjes ook waren gehuurd om de eurobriefjes te ontwerpen. Dat hebben ze aan een Oostenrijker gegund. U weet, dat zijn allemaal mislukte artiesten. Dus de briefjes, oké, daar zit ik helemaal niet mee. Maar sinds wanneer bestaat de gulden niet meer? He, want de indruk werd een beetje gewekt dat die gulden dus was afgeschaft in. Maar dan zijn we overgegaan naar eurogeld 2001, als ik het me goed herinner. Ik reken nog vaak even terug in gulden, dat je denkt, hoe is het gods mogelijk dat ze zo'n pak 51 eurocenten, dat is toch wel 1 gulden 10 of zo, hè, 1 gulden 12 en dan voor karnemelk, ik zou het er niet voor over hebben, moet ik u zeggen. Zulke dunne soep. Ja, maar dat is eigenlijk een drogreden, want die gulden hebben we veel langer geleden afgeschaft. Wat is een munt? Is dat je zelfstandig kunt beslissen over de waarde van die munt. Dat is dat je soeverein bent over je eigen valuta. En sinds wanneer zijn we dat niet meer als het om de gulden gaat? Wanneer hebben we eigenlijk de zelfstandigheid van de gulden afgeschaft? 95 wordt hier gezegd. 71. We hebben helemaal aan het begin van de jaren 80, als ik het me goed herinner, hebben we nog één keer iets gedaan wat de D-mark niet deed. En daar hebben we toen al verschrikkelijke spijt van gekregen. En vanaf die tijd hebben we de gulden gekoppeld aan de D-mark. En hebben wij dus geen zelfstandig valutair beleid meer. Want we doen precies wat Wat is trouwens de euro? Wat is de euro eigenlijk? De euro is eigenlijk een soort Europese D-mark, waarvan de Fransen hoopten dat ze er meer greep op zouden krijgen dan op de D-mark toen die nog gewoon D-mark heette. He? Ja, dat is ook dat u thuis, misschien moet u hiermee beginnen thuis. He? Dan zeg je van ja, dat zit allemaal toch een stuk ingewikkelder in elkaar dan ik al die jaren gedacht heb. Waarom dacht u dat Duisenberg de eerste directeur van de ECB was? Omdat het de beste nep-Duitser was die ze konden vinden. He? Het kon geen Fransman worden, dat wouden de Duitsers niet. En de Fransen, dat begrijpt u, die wouden dan niet meteen met een Duitser opgezadeld worden als ECB-directeur. En toen hebben ze Duisenberg, die in alle eisen voldeed, he? Een kettingrokende nep-Duitser. Dus ze wisten ook zeker dat hij niet al te lang zou blijven zitten. En toen kon het een Fransman worden, het had nu eigenlijk een Duitser moeten worden, maar die hebben het af laten weten en toen is het Draghi geworden, wat ik zelf wel leuk vond, eerlijk gezegd. Want het eerste wat Draghi gedaan heeft is Berlusconi de poten breken. Ik weet niet of u zich dat gerealiseerd heeft, maar dat was zijn werk, waarschijnlijk in samenwerking met die Merkel, maar dat was zijn werk. Want ze hebben één week, heeft de ECB geen Italiaanse staatsobligaties opgekocht. Waardoor die rente werkelijk sky high omhoog vloog. En ze zei, nou moet Berlusconi weg. Hè? Ja, een enkeling zal zijn vertrek betreuren, maar dat zullen toch dan niet veel zijn. Hè? Al had hij wel een soort entertainment value die Mario Monti mist. Hè? Ik heb me weken ook over dat haar van Berlusconi verwonderd. Hè? Hoe werd dat aangebracht 's ochtends? Had hij een aantrekkelijke jonge vrouw die met bruin potlood zo dat op zijn hoofd schilderde? Of werd er een heel dun,
dun huidje opgeplakt. Hè? Wist u dat je ook borsthaar kunt krijgen wat je erop kunt plakken? Nou, het is duidelijk dat u daar eigenlijk niet van op de hoogte was, maar het is voor alle mannen die daar dat zouden willen hebben, het is niet van echt te onderscheiden. Het zijn echt menselijk haar. Je hebt mannen die laten speciaal een borsthaar groeien om het te oogsten. En daar worden hele aardige prijzen voor betaald. Ik bedoel, ik geef u maar een tip. Voor het geval dat. Ja, dus in die zin mis ik Berlusconi wel. Ik probeer ook altijd op de televisie te zien hoe het zat met dat haar, maar dan was hij alweer weg en dan... Maar je zult toch zo'n minister-president hebben. Ja, dan raak je natuurlijk aan een heel ander probleem, dat de parlementaire democratie de neiging heeft om ons allerlei volstrekte halve garen te bezorgen. Hè? Waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Nou ja, misschien dat we daar straks nog iets over kunnen zeggen. Ja, zo raak ik toch. Want die 43% die denkt dat we terug kunnen naar de gulden, die doen eigenlijk al aan fact free politics. En eigenlijk vindt, u weet welke Nederlandse politicus een groot kampioen is van de terug naar de gulden. Hij laat het nu onderzoeken door een totaal onafhankelijke Engelse instelling. Ja. Die geen enkel vooroordeel heeft ten aanzien van de euro. Ze hadden daar zelfs nog nooit van de euro gehoord. Dus u begrijpt wat eruit gaat komen. Ja, dat begrijpen wij allemaal. Nee, terug naar de gulden is een onzinnig idee. Als de eurozone al uit elkaar zou vallen, wat ik overigens niet denk, dan krijg je eigenlijk een soort van terugkeer van de D-mark, met daar aangekoppeld in feite al die landen die u het beste kunt beschouwen als de hulp Sinterklaas van Duitsland. Dus dat is Nederland, dat is Finland, dat is Oostenrijk, dat zijn eigenlijk allemaal landen die in zekere zin leven van die enorme Duitse exportmachine. Of ook import natuurlijk, denkt u aan onze eigen functie. Die zullen allemaal gekoppeld zijn aan die nieuwe Noord-Europese munt. Trouwens, moeten we daarna verlangen naar zo'n Noord-Europese munt? Heeft u een beetje gevolgd wat er met de Zwitserse frank is gebeurd de afgelopen jaren? Ja, een drama. Ja, kan het u nou, zoekt u dat nou thuis eens even op. Want we moeten nou echt naar die fact-free politics. Ja, ik had een aantal voorbeelden willen geven, ga ik u trouwens sowieso een aantal voorbeelden geven van fact-free politics. We gaan ook een beetje in Nederland beginnen en ik was aanvankelijk van plan om Dion Graus als eerste voorbeeld te geven. Maar ik heb in het openbaar gesuggereerd dat Graus niet op de hoogte was van het feit dat de ABN AMRO genationaliseerd was. Dat was op grond van dat NOS-filmpje. Wat ik meerdere malen had gezien, maar toen dacht ik, zou het mogelijk zijn, zelfs voor Dion Graus, om dat niet te weten. En dat leek me, dus toen heb ik het hele verhoor bekeken. En ik moet zeggen, hij schittert niet in het verhoor, maar het is wel duidelijk dat hij wel weet dat ABN, hij stelt een heel ongelukkige vraag en als je dat op de juiste manier knipt, denk je, verdomd, hij weet het niet. Dus daar ziet u aan, dat zelfs iemand als ik, die het nieuws zo nauwkeurig volgt, dat hij toch een suggestie kan doen op grond van het feit dat de nieuwsvoorziening op dit punt niet bijster betrouwbaar was. Dus eigenlijk moeten we zeggen, ja, past een excuus aan Dion Graus. Ik had niet gedacht dat ik het ooit zo ver zou brengen, moet ik u zeggen. En ik ben vervuld met een gevoel van lichte trots. Gelukkig is op alle andere denkbare terreinen die Dion Graus zo gek als een deur. Maar op dit punt dus niet. Oké, we gaan verder. Bekijkt u het zelf even, u kunt het filmpje zelf even terugkijken op. Dus ik moet een ander voorbeeld geven en wonderlijk genoeg kwam ik toen op Hero Brinkman. Ja, dat zult u waarschijnlijk gemist hebben, dat was een hoogst interessant nieuwsmoment. Onze ombudsman moest verlengd worden. Om de 6 jaar wordt de ombudsman, dat is de heer Brenningmeijer, die wordt verlengd. En dat wordt door de Tweede Kamer, moet daarvoor stemmen. En daarvoor was Brenningmeijer in de Kamer, had de Kamer ook een rapportje gestuurd over Nederland.
En in dat rapportje had hij gerapporteerd dat het met Nederland op vrijwel elk denkbaar terrein heel erg goed gaat. Want ja, ik weet niet of u dat wist, maar het gaat op vrijwel elk denkbaar terrein met Nederland heel erg goed. U kunt zeggen, ja, crisis, de euro, waar moet het heen, is het einde der tijden nabij, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja, is het einde der tijden nabij, want wat gebeurt er als die euro implodeert? Ja, ik kom ineens op een wonderlijk bericht wat ik op het internet vond, want ook als het allemaal mis zou gaan, is het nog niet zo erg, want het jaar 2012 is sowieso het einde der tijden. Wist u dat? Ja, u heeft dat wel gevolgd dus. Want wist u dat de Maya-kalender, die al 23.336 jaar loopt met een precisie die veel groter is dan onze kalender, daar keek ik ook van op, vooral ook van die 23.000 jaar, want toen ze zijn kennelijk met de Maya-kalender begonnen, voordat die Indianen zich op dat continent bevonden. Hoe dat zit, werd niet uitgelegd, maar toch, een heel interessant feit. En ze weten op de dag nauwkeurig dat de wereld die wij kennen zal verdwijnen, wist u dat? 21 december 2012. 21-12-12. Maar u hoeft niet bang te zijn dat u massaal zult doodgaan. U moet het zien als een transformatieproces. Ja, u wordt er stil van en ik kan het mij voorstellen. Want nu komt het pas. Vroeger was de mensheid telepathisch begaafd. Maar die gave die is in de loop der eeuwen zoek geraakt. Hoe, dat kan ik u nou niet uitleggen. Dat wisten zij ook niet precies, maar het is zoek geraakt. En volgend jaar, op 21 december, zullen wij allemaal weer onze telepathische gave terugkrijgen. Wat dat betekent voor het huwelijksleven. Of voor het kantoor waar u werkt. Hè? Want u weet ineens wat uw baas van u denkt. Maar uw baas weet ineens wat u van hem denkt, hè? Dat verschijnt allemaal op een soort iPad-achtig schermpje wat we in ons hoofd hebben zitten, hè? Dat zijn die telepathische gaven. Dus ik denk dat het op vrij korte termijn tot een zo massale moord en doodslag zal leiden dat inderdaad van transformatie sprake is. Overigens, ook de energie, de industrie heeft geen energie meer nodig na 21 december volgend jaar, want die gaat draaien op occulte krachten. Waarschijnlijk aangestuurd door die paus in de hemel. Daar moeten ze massale hoeveelheden energie hebben, anders begrijp ik ook niet hoe die in Abbottabad heeft ingegrepen, eerlijk gezegd. Ja, en dat moet ik nog één klein feitje, dat u een beetje weet waar u op voorbereid moet zijn. Ook ons hele DNA zal plotseling geherprogrammeerd worden. Wat dat inhoudt, durf ik u niet met zekerheid dat ik bijvoorbeeld een begaafd basketballer ga worden. Ik weet het niet, maar ik kan het me nauwelijks voorstellen met mijn postuur, maar alles is mogelijk eigenlijk. Het is het overigens niet eigenaardig dat we al jaren horen over het einde der tijden. Of dat nu door de knallen van de euro is. Heeft u nog al die op de perrons van de Nederlandse spoorwegen al die plakaten gezien? Was het niet in oktober dat het einde der tijden nabij was? Dat je denkt, jongen. Hè? Eén ding is zeker, aanstaande NS ligt, dan komt het een stuk later. Hè? Het is ook niet doorgegaan. Dat is ook zo leuk trouwens, dat die lui die dat dan beweren, dan gaat het dus niet door. En dan, daar zijn ze helemaal niet door uit het veld geslagen. Hè? Ze zetten het gewoon 7 jaar verder. Misschien dat de ouderen onder u nog zich herinneren Lou de Palingboer. Ja? Ja, fijn dat je zo'n naam uit het verleden, hè, dat krijgt toch warme gevoelens van binnen. Lou de Palingboer verklaarde eigenlijk om de x jaar dat de wereld aan een eind zou geraken. En dan gebeurde het niet en tenslotte is die overleden. Ja, voordat het zover was. Ik weet niet hoe die daarover dacht, maar ik ben ervan overtuigd dat hij in de hemel terechtgekomen is. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja, dus wij zijn niet alleen hebben wij een messiascomplex, hè, dat we altijd hopen dat iemand ons de weg komt wijzen, waarnaar eigenlijk, nu begrijp ik het pas, naar het einde der tijden. Hè. Want dat was natuurlijk de hele boodschap van het Nieuwe Testament, is dat het Koninkrijk Gods zal op vrij korte termijn aanbreken. Dat is in feite de essentie van de voorspelling. Hè.
En wat is dat? Dat is het einde der tijden. Van de normale historische tijd. Kennelijk verlangen we daar ook naar. Want het is natuurlijk een enorm aantrekkelijk idee dat de wereld ophoudt te bestaan in onze levensspan. He? Dat je denkt, nou ja, wij gaan dood, maar dan hebben ze in ieder geval na ons ook niet de lol ervan dat ze nog leven. He? Ja, het klinkt kinderachtig, ik weet het, maar heeft u ook niet, als u wat ouder bent, dat je dan in de krant leest dat door de spectaculaire medische vorderingen, dat de volgende generatie misschien wel 125 of 130 kan worden. Dat je dan denkt, dat heb ik net de boot gemist, zeg. Hè? Wat een lulstreek, zeg. En hoe komt dat nou toch? Ik wil ook wel 125 worden. Dat we zeggen, als iedereen, als all your loved ones, zouden de Amerikanen zeggen, die hebben er veel meer van de loved ones dan wij, als die dan ook maar 125 worden, want anders is er natuurlijk niks aan. Als je als je eentje overblijft, dan, ja, dat is een voortdurend naar de begrafenis van je eigen kleinkinderen moet, dat is geen lol natuurlijk. He, dan maar niet, zou ik zeggen. He? Goed, ja, ik dwaal enorm af. Mijn vrouw zei nog zo. Denk er nou aan dat je niet steeds zeurt over het feit dat je enorm afdwaalt. En gelijk heeft ze. We gaan de factfree Hero Brinkman, want daar had ik het over. En daar was Brenningmeijer, die had een rapportje geschreven. Ja, ik herinner me, roep het even terug in uw herinnering. Dat alles met Nederland eigenlijk tiptop in orde was. En zo is het. We zijn het één na rijkste land van de Europese Unie. Ik kan u een hele reeks van feiten geven. Hebben we er nu geen tijd meer voor, maar u kunt achteraf in de pauze. Nee, hier is geen pauze. Kunt u mij even aanspreken en dan hoort u gewoon hoe het precies zit. Daar zijn we ons nauwelijks van bewust, hoe goed het ons eigenlijk gaat. Want wij letten eigenlijk vooral op negatief nieuws over Nederland. He? Wat zag je laatst op de televisie? De armoede neemt in Nederland toe. En er zijn nu 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is 1000 euro per maand. En hoeveel is dat als percentage van de bevolking? Ongeveer, ik geloof, 1% of 7%. Iets over de 7%. Maar dan is natuurlijk altijd de vraag. He, hoe is het dan met onder de armoedegrens leven in Denemarken, België, Engeland, Frankrijk? He, dat is de enige interessante vraag. He, als in al die landen eigenlijk niemand onder de armoedegrens leeft, dan zitten wij wel met een heel akelig en asociaal probleem natuurlijk. Maar in feite is die 7% in Nederland, die is relatief erg laag. Ik geloof dat alleen Zweden nog lager zit dan bij ons. Waarmee ik niet in Engeland woont, leeft, ik geloof, dik 10% van de bevolking. In Amerika is het 15% van de bevolking die onder de armoedegrens leeft. Vertellen ze je dat er dan bij, hè? Om het toch een beetje een optimistische body aan te geven aan die mededeling? Nee, dat doen ze niet. Hè? Want dat is heel karakteristiek voor de nieuwsberichtgeving, dat elke vorm van comparatief karakter ontbreekt eraan. Er wordt je nooit verteld hoe het elders is. En dan heb ik een enorm interessante mededeling voor u. Het is elders in het algemeen een stuk beroerder dan het in Nederland is. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar dat is zo. Als u het niet gelooft, lees dat enorm leuke boekje wat ik daar net over geschreven heb. Daar staat het allemaal. Ja, ik dacht dat ik dat wel kon doen. Dat kunnen ze voor de DVD de best uitknippen, hè? Het is een beetje goedkoop, maar god, je hoopt eigenlijk altijd dat je extra veel gelezen wordt door dit soort van dingen. Ja, en toen zei Hero Brinkman, want daar waren we blijven steken. Hero Brinkman zei, ja, dat rapportje van Brenningmeijer, dat was allemaal kletskoek. Het ging in Nederland ontzettend slecht en zag graag dat rapportje, dat hij dat terugnam, omdat het vol stond met leugens. Nou, u weet, die Brenningmeijer is een hele rustige, fatsoenlijke man. Dus ja, meneer Brinkman, maar dat zijn cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, wat roept Brinkman dan? Is een organisatie van de linkse kerk, van het Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek. Allemaal zonder uitzondering organisaties die geïnfiltreerd zijn door de linkse kerk. Maar dat is heel karakteristiek. Dat is dus fact-free politics. U weet, de belangrijkste boodschap van Hero Brinkmans partij is dat er in Nederland sprake zou zijn van massa-immigratie van kansarmen. Die is er al 10 jaar, die was er wel, maar die is er al 10 jaar niet meer.
is dat niet interessant? Wie wist dat? Ja, kijk, hier en daar is toch de waarheid geleidelijk aan. Hoort zegt het voort, zou ik zeggen. Maak er werk van, kijk eens naar de statistiek. Ja, het kan zijn dat u ook denkt, dat is allemaal gelogen. Hè. Die Paul Snabel wordt dik betaald om die onzin te verkopen. Nee, dat is dus niet zo. Nou, dat is dus Nederland. Eigenlijk is, daar kom ik zo over te spreken, wij leven eigenlijk al 10 jaar in de wonderlijke veronderstelling dat het met Nederland ontzettend slecht gaat. Dat is dus helemaal niet waar. En dat komt door het buitenland. Eigenlijk, nou ja, vandaar dat hek, kondigde u dat hek al aan. U heeft ondertussen bedacht welke provincie beter geen, nou ja, dat we dat gewoon even kort sluiten. Hè? Vooral omdat de bovenkant van die provincie eigenlijk heel smal is. Dus heb je maar een heel klein eindje hek nodig. En om dan nog, ja, dat is zinloos. Dat is echt zinloos. We moeten natuurlijk ook even naar de Verenigde Staten, want daar zijn ze praktisch de uitvinders. Ik moet eerlijk bekennen, factory politics is zo oud als de politiek. Maar je hebt wel eens de indruk dat het de laatste jaren ook veel erger is geworden. Denkt u aan Obama. Hè? Door een wonderlijke speling van het lot is in november 2008 een zwarte president gekozen, genaamd Barack Hussein Obama. En het heeft een paar maanden geduurd, zo ongeveer tot eind januari, begin februari, toen ineens dachten conservatieve Amerikanen, God allemachtig, er zit een neger in het Witte Huis. Hoe is het mogelijk? We zijn belazerd. Hoe kan dat nou, een neger? Hè? Het heet niet voor niks het Witte Huis. Hè? Wat moet je met een neger in het Witte Huis? En een neger vrouwen, neger kinderen en die bovendien een organisch tuintje gesticht hebben. En vanaf dat moment, denkt u er maar even over na, was onvermijdelijk dat men zou concluderen, het is helemaal geen Amerikaan. Hè? Het is een neger, maar hij heeft niet geen enkel recht om zich in het Witte Huis te bevinden. Hè? Want hij is helemaal niet, u weet dat je moet in Amerika geboren zijn om president te kunnen worden. En zij hadden uitgevonden dat zijn geboortebewijs in Honolulu, dat niet echt was. Dat is een digitale vervalsing. Hij is geboren in de bergen van Kenia. Terwijl zijn grootmoeder op de tom-tom sloeg en ze daar met van die rieten jurkjes aan om het kampvuur aan het dansen waren. En om het allemaal nog erger te maken, heeft hij een paar jaar in Jakarta gewoond. En daar is hij in het diepste geheim, is hij daar moslim geworden. Hij is een zogenaamde sleeper. Dus op het meest kwetsbare punt van de Verenigde Staten zal hij plotseling verschijnen op de televisie met een tulband op zijn hoofd en zo'n jurk aan. En zal hij zeggen van, u moet nu allemaal, en alle vrouwen moeten nu een hoofddoekje dragen. Krijgt even een tussenshot van Michelle, die ook al zo'n burka om heeft, die... Ja, je kunt niet zeker weten of ze erin zit, maar ze zeggen dat ze erin zit. En wie geen moslimmen worden, wordt afgevoerd naar concentratiekampen. Want rechts-Amerika is er vast van overtuigd dat die concentratiekampen al gebouwd worden. Rechts-Amerika is er ook vast van overtuigd dat Obamacare, de hoogst noodzakelijke begin van een hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg, dat die Obamacare, dat die zogenaamde death panels heeft. Dat wil zeggen, oudere Amerikanen die al kleine gebreken beginnen te vertonen, die wordt geadviseerd door death panels, om ze kunnen nog net hun komende verjaardag vieren, maar dan krijgen ze thuis een envelop met de pil van Drion. Ja, daar schijnen wij Nederlanders patent op te hebben genomen. En dan is het afgelopen. Dat geloven ze ook. Ze hebben in het afgelopen 2 jaar de meest fantastische mythologie hebben ze gecreëerd om daarmee aan te geven dat, nou ja, dat die neger die in het Witte Huis zit geen Amerikaan is, een moslim is en eigenlijk het grootst denkbare kwaad van plan is met de Verenigde Staten.
En wie dacht er dat in het bijzonder? Waarom zei ik daar straks dat één van de beide partijen in de Verenigde Staten bestaat uit stapelkrankzinnigen? Dat is de Republikeinse Partij. We hebben nou geen tijd meer, anders zou ik u tal van komische voorbeelden kunnen... Kijkt u even thuis naar de debatjes tussen de verschillende Republikeinse kandidaten. Het wonderlijke is dat onder de kandidaten is maar één normaal mens. Dat is Mitt Romney. Een flipflopper, zoals ze dat in Amerika noemen, maar u weet, de beste politici zijn flipfloppers. Ja, u denkt dat Sam, u bent zelf ook een geweldige flipflopper. Alle normale mensen zijn flipfloppers. Dat wil zeggen, u verandert uw opvattingen over de zaken in de loop der jaren. De kans dat u nog hetzelfde denkt als 30 jaar geleden of 20 jaar geleden, die is vrij klein. En mocht het toch zo zijn, dan is er iets mis in uw bovenkamer. Ja, u bent niet in staat geweest om zich min of meer flexibel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dus Mitt Romney, de enige die normaal... De hele rest is echt... En u denkt dat ik dat overdrijf, dat vol idioten zijn, ontsnapte gekken, stapelkrankzinnige idioten, nou ja, enzovoort, enzovoort. Er is een enorm leuk internetmagazine, dat heet Slate. Dat heeft een hele verstandige hoofdredacteur, die heet Jacob Weisberg. Onthoud het allemaal even, dat u thuis even zo door kunt klikken. En die heeft een totaal overtuigend stuk geschreven, dat de Republikeinse kandidaat die het op dit moment het beste doet, Newt Gingrich, aantoonbaar krankzinnig is. En ik bedoel dat niet in de politieke zin, maar in de klinische zin. Vrijwel alle, afgezien van Mitt Romney, zouden eigenlijk alle Republikeinse kandidaten in Nederland door het riach van huis gehaald worden en in een soort instelling Beukenrust in Ermelo worden ondergebracht. Waar ze verder niet zo'n kwaad kunnen. Ja, fact-free politics. En nu komen we eigenlijk aan de zaak die ik tenslotte aan de orde wil stellen, namelijk dat we in Nederland eigenlijk al 10 jaar leven met een heel wonderlijk idee, namelijk dat onze nationale existentie, ons gevoel van nationale eigenheid, onze nationale identiteit, zo u wilt, dat die eigenlijk permanent bedreigd wordt. Dat je vaak in Nederland rondloopt in Hellevoetsluis en dat je denkt, dit is mijn land niet meer. Je ziet daar allerlei boerkadragers en heel Hellevoetsluis staat vol met moskeeën. En feit is, in sommige wijken in Nederland zou je dat misschien even kunnen denken, maar dat is op zijn best zijn dat sommige wijken. En dat zijn eigenlijk allemaal dreigingen die van buiten komen, die het product zijn van buitenlanders. En niet alleen van buitenlanders. En ja, u denkt, hoe komt die aan die wijsheden? Dat is die fantastische toespraak die Maxime Verhagen heeft gehouden een paar maanden geleden. Ik weet niet of u het zich nog herinnert. Want een van de allerergste gevaren, dat zijn buitenlandse ziektekiemen. Ja, Nederlandse ziektekiemen, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Krijg je een hoesje van, of je moet eens even extra je neus snuiten. En als je Nederlandse bacteriën onder de microscoop legt, dan zie je ook dat ze een soort oranje gloed hebben. Maar de buitenlandse bacteriën, die zijn echt levensgevaarlijk. Echt levensgevaarlijk. Ook dat is een goede reden om het hek in ieder geval onder stroom te zetten. En dat is een extra reden om het dan toch zo kort mogelijk te houden, omdat je dan wat minder stroomverbruik krijgt. Kijk, wat ik heb, dat is een Nederlandse bacterie. Dat kan niet echt kwaad. Maar buitenlandse bacteriën, illegale bacteriën, die illegaal over de grens komen. Hoe ze het aanpakken, dames en heren, ik weet het niet. Sommigen schijnen gewoon over te waaien. Dus we moeten dat hek op een of andere manier, moeten we misschien een plastic bubbel over het land heen bouwen. Zou dat niet een oplossing zijn? En dan lekker 130 rij, onder die bubbel. Bah, dat is nog eens wat. Ja, nou, het interessante is overigens dat Verhagen wel zei, ja, hij zelf geloofde niet zo dat zo was, dat we zo bedreigd werden, dat we eigenlijk vreemdelingen in eigen land waren geworden, dat we ons ontheemd voelden waar we ook maar liepen. Dat geloofde hij zelf niet, maar je moest er begrip voor hebben dat velen in Nederland dat wel geloofden. En de overheid moest daar ook rekening mee houden dat dergelijke sentimenten bestonden. En toen heeft Opstelten
Die heeft het toen nog iets bruiner gebakken. Tenminste, als ik hem goed verstaan heb, want dat is... He? Het is lastig te verstaan. Maar hij zei, het doet er niks toe wat de maatschappelijke werkelijkheid is. Het doet er alleen maar toe wat mensen denken dat de maatschappelijke werkelijkheid is. Waar je zegt nog op het eerste gezicht, zeg je nog, nou, dat is wel realistisch. Hè? Maar als u daar nou even over nadenkt, is het niet de taak van de overheid om ons uit te leggen wat de werkelijke maatschappelijke situatie is. En niet om begrip te hebben voor de wonderbaarlijke mythologische misvattingen die onder grote delen van de bevolking daadwerkelijk leven. Stel u eens voor dat uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders, en het zou me niet verbazen als het zo was, gelooft aan de platte aarde. He? Dan zou Opstelten zeggen, dat is misschien niet zo, maar we gaan ze waarschuwen als ze op reis gaan. Dat je vooral als je eenmaal ten zuiden van Luxemburg bent, dat je enorm moet oppassen dat je niet over de rand valt. He? Oh wee, oh wee. Heeft u trouwens, dat er was in die tijd dat hij dat zei, misschien was er een spotje op de televisie van, ik geloof, reclame voor een Japanse auto. En dan reden ze over een weg en dan kwamen ze aan het eind van de platte aarde. En dan keek die jongen zo over die rand en zei, nee, dat doen we toch maar niet. Of zoiets dergelijks in het Japans, dat ben ik. Ik dacht, dat kan geen toeval zijn. Hè. Dat hebben de mensen dan eens op tv gezien, weten ze veel. Ze denken al gauw aan de platte aarde. Nou, daar komen Maxime Verhagen en het is net als met dat vulkanisme op Ameland. Hè. Ja, je moet er toch voor waarschuwen. Hè. Dat als je naar Ameland gaat, dat je het risico loopt dat daar zo'n net als op IJsland, zo'n vulkaan uit de grond komt. En dat je voordat je het weet, alle kippen in het stof gestorven zijn. Hè. Moet u wel zorgen dat u op tijd terug bent. Ja, wat een wonderlijke zaak is het dat we daar dan begrip voor moeten hebben. Ik begrijp daar werkelijk geen pest van. Ja, en om al deze zaken nu te bestrijden, voert het kabinet beleid, dat hoort dus nog tot het gedoogbeleid, om te proberen deze immense gevaren, waardoor wij bedreigd worden, te bestrijden. En daarvoor zijn eigenlijk drie methodes zijn daarvoor ontworpen. En dat is de integratienota van Donner, ik kom er zo over te spreken. De bestrijding natuurlijk van de massa-immigratie van kansarmen, die is er niet, maar die moet wel bestreden worden. Dat, ja, we zullen zo eens kijken wie zich daarmee bezighoudt. En tenslotte is er natuurlijk nog een heel belangrijk wetsontwerp, wat we absoluut en detail, het spijt me, de tijd schrijft voort, maar toch moeten bespreken, namelijk het boerkaverbod. Ik bedoel, als we dat niet invoeren, dan kunnen we rustig zeggen, is de toestand hopeloos. Dat is erger dan wanneer de euro klapt, echt waar. Dat is zoiets, als je dat niet in de kiem aanpakt, hè, dan voordat je het weet is het eind zoek. Ja, maar eerst moeten we ons misschien toch heel even afvragen, als we dan vreemdelingen in eigen land zijn geworden, als onze identiteit bedreigd wordt, wat is onze identiteit dan eigenlijk precies, hè? Daar is een hele conversatie over gevoerd de afgelopen 10 jaar. En het gekke is dat 60% van de Nederlanders is er vast van overtuigd dat de Nederlander bestaat. Met de typisch Nederlandse identiteit. Maar niemand heeft ooit ergens overtuigend uitgelegd wat dat dan is. Vraag je het aan Nederlanders, dan blijkt eigenlijk dat ze zich vooral op Koninginnedag echt Nederlander voelen. Ja, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar dan ik. Ik zou voor geen 1000 euro op Koninginnedag de deur uitgaan. He? Daarom heb ik nu ook een tweede paspoort aangevraagd en ik word waarschijnlijk uitgeburgerd. He? En het tweede moment waarop Nederlanders denken dat ze echte Nederlanders zijn, is wanneer het oranje voetbalelftal deelneemt aan een groot toernooi en het ver brengt. Dat is het tweede moment. Laat ik nou niks met voetbal hebben. He? Ook een reden om mij uit te burgeren dus. Maar ik denk dat toch zeker de helft van deze zaal ook niks met Koninginnedag heeft. En ook niks met oranje. Zit u ook thuis met zo'n oranje klomp op het hoofd? Met zo'n propellertje erop?
En zo'n kratje met lauwe pils, hè? Dat is toch van een droevigheid die je niet voor mogelijk houdt. Hè? Daar wil je toch helemaal niks mee te maken hebben. Waar moeten we dan onze identiteit in zoeken? U weet dat eigenlijk de aanstichter van al deze ellende daar wel een suggestie voor heeft gedaan. In zijn boekje Tegen de Islamisering van Nederland heeft hij al voorgesteld. De ware grond, de basis, het fundament van de Nederlandse identiteit is de joods-christelijke humanistische traditie. Ja, dus nu was mijn voornemen eigenlijk om u eens even te overhoren. Met name op het punt van de Joodse feestdagen. Of dat er nou een beetje in zit. Hè? Maar je zou je nog kunnen afvragen, is het mogelijk dat toch het fundament van onze cultuur is, maar dat niemand er iets van af weet? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Hè? Want zelfs bij het nieuwe, we kunnen ook christelijke feestdagen nemen, Pinksteren bijvoorbeeld. Hè? Wat wordt er op Pinksteren gevierd? De uitstorting van de Heilige Geest. Maar kunt u ook, als ik u op het toneel roep, even helder uitleggen wat er uitgestort is? En hoe dat precies gaat, is dat een soort pak karnemelk wat je zo... het blijft een vrij raadselachtige gebeurtenis natuurlijk. Dat u het weet overigens, dat geeft aan dat het er bij u toch goed in zit. En dan moet, ja goed, ik zal dat niet doen ook vanwege de... enzovoort. Maar ik dacht, ik moet me daar toch serieus mee bezighouden, dus ik heb deze zomer het Oude Testament gelezen. 1400 bladzijden. Ja. En ik moet u zeggen, nadat ik dat allemaal gelezen heb en ik daarover gereflecteerd heb, moet ik u zeggen dat dat totaal ongeschikt is als fundament van de moderne Nederlandse samenleving. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n gruwelijke tekst gelezen als het Oude Testament. Van een verbijsterende genocidale gewelddadigheid waar je niet van terug hebt. Is het een vergevingsgezinde God? Nou, helemaal totaal niet. Het is de meest infantiele, wraakzuchtige, ijdeltuiterige God die u zich maar voor kunt stellen. Ik zou u het is één grote reclame voor veelwijverij. He? Er worden alsmaar bokjes geofferd. He? Dat helemaal uit de tijd geraakt is, begrijp ik ook niet. He? Als dit zo is, dan moet op het binnenhof een altaartje gebouwd worden waar we... En dan moeten al die bokjes daar... En dan niet zomaar bokjes, want u denkt, nou ja, doen we een kreupelbokje, wat kan het schelen, hè? Maar daar moet Yahweh niks van hebben, hè? Dan word je zo doink door een bliksem uit de hemel getroffen, hè? Het moeten tip-top bokjes zijn. Echte topsportbokjes moeten het zijn. Anders gaat het niet door, hè? De zeven plagen van Egypte. Hè. Na twee plagen heeft de farao er al schoon genoeg van. Maar dan denkt Yahweh, maar ik wil wel eens even laten zien wat ik verder nog voor plagen in voorraad heb. Ik heb het toch geen kikkers laten regenen. Dus hij stuurt het brein van de farao zo aan dat hij weigerachtig blijft om die joden te laten gaan. Dus daar, zodoende zijn er geen twee, maar zeven plagen. En dan pas zegt, zie je wel, zegt Yahweh dan, dat kan ik allemaal. Hè. Het verhaal van Job. Ik weet niet of u dat er een beetje in zit bij u. Maar Job is een zeer gelovig man die het voor de wind gaat in de wereld. En het is een hele wonderlijke passage. Maar Satan en Yahweh zitten samen aan de keukentafel. Nou ja, het woord keukentafel komt niet voor. Maar de ambiance van de tekst maakt duidelijk dat ze vrij regelmatig zo eens een praatje met elkaar maken. Over deze en gene zaken. En dan zegt Satan, zegt van, geloof jij nou dat serieus is, dat geloof van Job? Oh, zegt hij, jawel, ik heb geen idee, maar weet je wat we doen? Dat is wel lollig. We doen een experimentje. Laat eerst al zijn bokjes doodgaan. Daar beginnen we mee. Maar Job nog steeds even, ja, hij piept wel, maar nog steeds even gelovig. Hij is niet van zijn geloof af te brengen. Wat doen ze dan? Laten ze zijn huis instorten. Hij heeft 11 kinderen, Job, allemaal dood. Als experimentje. He? En zo gaat het maar door. Zo gaat het maar door. Alles wat Job heeft verandert in
Een rokende puinhoop, metaforisch gezien. Het komt tenslotte goed, maar die 11 kinderen zijn dood en die komen niet meer terug. Neem het verhaal van Abraham en Sarah. Sarah is 98, dus Abraham heeft de indruk, die wordt niet meer zwanger. Ja. Ja, ik verzin dat niet hoor. En omdat Abraham al regelmatig in contact staat met Jahweh, zegt hij van ja, het is wel duidelijk dat Sarah niet meer nee zegt. Jahweh, dat lijkt mij ook. Maar dan heb je hebt nog wel een leuke slavin, Hagar. Als je nou met Hagar probeert, nou, dat, ja, Abraham doet dat dan. Veel wijverij, ik zei het u al. En dat is helemaal in onbruik geraakt, merkwaardig genoeg. En inderdaad, Hagar baart een kind. Maar typisch Jahweh, wat doet hij? Hij laat Sarah ook zwanger worden. En wat doen ze dan? Die jagen ze Hagar weg. He? Dat is toch van een afschuwelijk soort van kinderachtigheid. Ik zwijg nog van de twee dochters van Lot in die grot en zo. He? En die twee dochters, ze wonen al jaren in die grot. En die dochters denken, ja mannen, daar komen we niet meer aan. Hoe krijgen we dan toch nageslacht? Nou ja, hun oude vader dan maar. Maar ze denken, misschien heeft hij bezwaar tegen incestueuze verhoudingen, dus we voeren hem dronken. En dan wil het wel lukken. Nou moet ik u zeggen, daar zitten drie factoren in waar ik geen moment in geloof. Namelijk dat hij zo bezopen wordt dat hij niet de indruk heeft dat in die grot, waar hij nooit andere vrouwen heeft gezien dan zijn eigen dochters, dat hij denkt van, er is zeker iemand voorbij gekomen. Lijkt wel sprekend op een van mijn dochters, maar allee. En bovendien is het een oude man die dronken wordt. En daar was nog geen Viagra. Hè? Dus hoe zit dat? En zo, dames en heren, zit het vol in het Oude Testament. Maar het is vooral, moeten ze een aanpalend dorp gaan uitroeien. Dat is voortdurend aan de orde in feite. En dan zeggen ze nog van, alleen de mannen dood. Nee, zegt Jahweh, nee. Mannen, vrouwen, kinderen, de bokjes, de hele santenkraam. He, allemaal rukzichtloos uitroeien. He. En dat moet dan de grondslag zijn van onze cultuur. Nou, nu nog even heel snel de belangrijke maatregelen die het kabinet heeft getroffen. De bestrijding van de immigratie, de massa-immigratie van kansarmen. Wel al reeds bij de formering van dit ongelukkige kabinetje zeiden de ambtelijke deskundigen, omdat het instroom met 50% moest worden verminderd van niet-westerse allochtonen, dat gaat je nooit lukken, want die instroom is al sterk verminderd. Als het 5% krimpt, mag je blij zijn. Hè? En wat blijkt nu na een jaar? Het is helemaal niet gekrompen. Het is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Zo'n beetje wat de ambtenaren hadden voorspeld. Ja, en wie moet dat beleid uitvoeren? Gert Leers. Dat is toch wel de ridder van de droevige figuur. Hè? Je ziet aan Leers dat hij ook zichzelf een lul vindt. Hè? Dat is het eigenlijk. Hij vernietigt zichzelf psychisch. Ik ben er eigenlijk ook zeker van dat als hij thuis komt, dat zijn vrouw ook zegt, Gert, hoe je het kunt doen begrijp ik niet. Hè? Het is nou dat we zo lang bij elkaar zijn, maar je bent gewoon een lul. Hè? Het is niet anders. Het gaat zover dat ik meelij met hem heb. Hè. Hij is een soort Hamlet-achtige figuur die zo volkomen ontspoord is dat hij waarschijnlijk... ik weet niet precies hoe het met hem af gaat lopen. Dat is wel duidelijk. Komen wij aan het centrale punt van het boerkaverbod. Een zaak van immens gewicht. Dat zult u begrijpen. Dat wordt verdedigd door Donner, die ook laatst op televisie kwam om uit te leggen hoe het zat met het boerkaverbod. Het ging hem helemaal niet om de veiligheid die door het boerkaverbod zou kunnen worden bevorderd, omdat je natuurlijk niet kunt zien of er in die boerka niet een jihadist met twee AK-47 zit. Dat weet je niet. Hè. Maar daar gaat het niet om. Hij zei nee, het gaat om de manier waarop wij Nederlanders met elkaar omgaan in de publieke ruimte. Want wij willen elkaar in de ogen kunnen kijken. En dat zal u ook in uw hele leven op zijn gevallen. Als je in Nederland een winkel binnenloopt. Of als u dat je even elkaar in de ogen kijkt.
Dat je denkt, ja, een echte Nederlander. Hè? Ja, misschien dat hij buitenlandse bacteriën aan boord heeft, maar dat kunnen we nog niet 1, 2, 3 zien. Maar, ja, toen dacht ik bij mezelf, dan moet je dus ook een zonnebrilverbod in de wet opnemen. Want veel vrouwen dragen de hele zomer vaak volkomen nodeloos gelaatsbedekkende oogoptiek. Hè? Waardoor je, wat moet je dan zeggen? Zou u even uw zonnebril af willen nemen? Ik wou u even in de ogen kijken, in verband met donder wou ik u even in de diep in de ogen kijken. En bovendien moet je dus in die wet, die ze nu aan het maken zijn, moet je uitzonderingsbepalingen opnemen voor die gelaatsbedekkende kleding, want daar gaat het om, die in Nederland te doen gebruikelijk is. Ik zal maar zeggen, bankrovers hebben in Nederland gewoon een bivakmuts op en dat kun je niet gaan verbieden natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. En wat dacht u trouwens van de integraalhelm? Hè? Die kun je ook niet verbieden, want dat is, ja, anders dan. Die motorrijders hebben nu al een 12-maal zo grote kans om dodelijk te verongelukken als die automobilisten, ook als ze 130 rijden. Dus dat kun je niet doen. En wat doe je nou als een gelovige moslimvrouw, als die met een integraal helm op boodschappen gaat doen? Wat? En als ze er nog bij zegt, ja, dat doe ik niet uit religieuze motieven, maar omdat er misschien wel een tegel van het plafond kan vallen. Ik heb, het is een veiligheidsmaatregel eigenlijk. Hè? Hoe bouw je dat in die wetgeving in dat verboden kan worden? Hè, dus dat je die mevrouwen dan bij de... Weet u trouwens wie in Nederland voornamelijk boerka... Hoeveel boerkadragers zijn er in Nederland? Tussen de 150 en de 200. Hè? Dus je moet echt uw best doen om er één tegen te komen. Hè? De kans dat u er in Hellevoet Sluis een tegen het lijf loopt, die is niet zo verschrikkelijk groot in feite. En wat nog veel gekker is, het grootste deel van de Nederlandse boerkadragers bleken Nederlandse vrouwen te zijn die zich tot de islam hebben bekeerd. Die dus genoeg hadden van dat je elkaar steeds in de ogen moet kijken. Hè? Daar hadden ze schoon genoeg van gekregen en zodoende zijn ze een boerka gaan dragen en hebben ze zich tot de islam bekeerd. Ja, is dat niet wonderlijk? Nu dan nog heel even, dan is het echt afgelopen. Ik zal gaan mensen op hun horloge kijken. Dat moet u eigenlijk nooit doen. U kunt best op uw horloge kijken, maar op een manier die niet opvalt. He, dat je zo... Zo. En ook niet gapen. Dat is allemaal enorm demotiverend voor de spreker. Ja, niet dat ik nu veel mensen heb zien zitten, maar ook voor andere sprekers. Vaak is het zo dat je als spreker ook in een zichtlijn ineens iemand ziet die in een diepe slaap geraakt is. He? Waarschijnlijk een goede reden voor. Misschien wil hij ook niet in de ogen kijken of zo. Maar het is toch, het kan vervelende effecten hebben. Goed, dan nog even Donners, want daar ging het over. Donners integratienota. Een van de wonderlijkste ambtelijke stukken die de laatste jaren zijn opgesteld. Want, begint die nota... In Nederland, wat verbindt ons Nederlanders, dat is de taal. Nou, dat is al een hele dubieuze uitspraak natuurlijk. Ik wil nou weer niet gaan zeuren over die provincie met dat hek, maar... Ja, er wordt in West-Amsterdam, zoals u weet, een straattaal gesproken waar u geen woord van verstaat. Hè? Beetje Marokkaans, beetje Surinaams, beetje Nederlands, nou, een soort wonderlijke mengvorm... Als u ooit in de bus heeft gezeten en er zitten 5 van die mannelijke pubers achter u, die maken ook een soort wonderbaarlijke, knorrende, piepende, boerende geluiden. En dat, ze lachen zich de takken werkelijk en je begrijpt totaal niet waar het over gaat. Hè? Het zou ook een groep van bavianen kunnen zijn die ze een broek aan hebben getrokken. Ja, je begrijpt ineens waar we genetisch vandaan komen. Dus ja, die taal is al een hele dubieuze zaak. En de andere zaken zijn dat we opvattingen en waarden met elkaar delen. Maar nou wil ik niet weer beginnen te zeuren, maar er zijn tal van Nederlanders waarvan ik de opvattingen op geen enkele wijze deel of zelfs maar onder druk zou willen delen. Hè? En het zal waarschijnlijk zo zijn dat heel veel Nederlanders mijn opvattingen niet willen delen. Dat is niet verstandig, maar daar heb ik begrip voor. Daar heb ik begrip voor. Hè? En de ambtelijke schrijver van dit notaatje, die voelde ook wel een beetje nattigheid. Dus dan komt er een passage waarin hij zegt, nou ja,
Het gaat om pluriforme waarden en opvattingen. Ja, zo kan ik het ook. Hè. Het is wel geruststellend dat je wat voor rare opvatting je ook hebt, je mag dan toch meedoen, want het is pluriform. En dan tenslotte gaat die nota, die moet natuurlijk toch een soort vastigheid, want het gaat namelijk over integratie en inburgering en zo. En wat, als het allemaal pluriform is, hoef je ze ook niet in te burgeren, want dan kan iedereen in principe gezellig meedoen als hij zijn eigen broek op kan houden. Dan moet hij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving definiëren, de ambtelijke schrijver. Wat zijn dat? Is vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. U denkt direct, ja, dat zijn de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Er zijn eigenlijk geen andere landen waar die waarden ook voorkomen. Wij zijn uniek op dit punt. We zijn echt volstrekt uniek. Het is eigenlijk nog veel raarder, want als u dat nou even in het Frans vertaalt. Hè? Liberté, égalité, fraternité. Zouden wij, dus onze kernwaarden zijn eigenlijk Franse kernwaarden. Nou, als dat onthuld zou worden, dan ben ik bang dat Limburg zich spontaan verzelfstandigt, eerlijk gezegd. We hoeven er niks meer aan te doen. Ja, de Nederlandse kernwaarden. En dat moet dan opgenomen worden in een inburgeringscursus. U weet, daar worden in die inburgeringscursussen echt de gekste vragen gesteld. U kunt daar ook voor op het internet terecht. U heeft laatst vast ook die allochtone schrijver gezien. Die werd gevraagd naar zijn zwangerschap. Hè? Ja, het was een man van in de 40 en hij was nooit zwanger geweest, zei hij met lichte wanhoop in de stem. Waardoor hij gezakt was voor de inburgering. Ze hebben die examens ook aan Nederlandse middelbare scholieren voorgelegd. Die zijn allemaal gezakt. En nu, mijn allerlaatste opmerking. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar Rita Verdonk heeft ook al met dit probleem geworsteld. Ja, sommige mensen schieten bij het noemen van de naam Rita Verdonk spontaan in de lach. En het gekke is dat zij zelf heeft zich teruggetrokken, zoals u weet, want zij meende dat haar houdbaarheidsdatum overschreden was. Ik had dat al 6 jaar geleden, dat gevoel. Ik kan me best begrijpen dat het bij haar iets langer geduurd heeft. Zij kwam ook met die inburgeringscursussen. Toen werd haar door de juristen van het ministerie al heel snel duidelijk gemaakt dat je die niet aan die immigranten kon voorleggen, want dat is een vorm van discriminatie. Toen heeft ze even gespeeld met het idee om alle Nederlanders een inburgeringscursus te laten maken. En ik heb onmiddellijk een brief geschreven dat ik graag de vragen wilde maken voor die cursus. En toen was mijn idee eigenlijk dat degene die zouden zakken, die zouden uitgewezen worden naar België. En wat we dan overhouden, dat zijn mensen waarvan je moeiteloos, niet waar, die durf je echt in de ogen te kijken. Daarbij het qua opvatting en waarde totaal mee eens, die hebben niks met voetbal, hè. Laat staan, dat, want de koningin wijzen we ook uit naar België. Het leek mij een fantastisch idee. U moet er maar serieus over nadenken en als u er ook voor voelt, zou ik het op prijs stellen dat u op officieel postpapier naar Den Haag schrijft, dat u dat mijn voorstel op dit punt ondersteunt. Dank u wel.